nog een YouTube filmpje van maken. Als jullie het goed genoeg vinden allemaal. Nou, welkom allemaal. Tof dat jullie er zijn. Dankjewel daarvoor. Ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat er zoveel aanmeldingen zouden zijn. Even om te checken. Wat jullie al weten, en iedereen zal iets anders weten, maar dan heb ik een beetje een indruk van waar je staat en van wat je weet. Wie van jullie, kan je vinger opsteken, heeft wel eens gehoord van blockchain technologie? Bijna allemaal. Alleen de naam eigenlijk. Ja, want dan kom ik op de volgende vraag. Wie weet ook wat het is? Het zijn er aanzienlijk minder. Oké. Cool. The Great Reset. Nou, volgens mij die term kennen we allemaal. The Great Reset kent ook een heel groot financieel aspect. Je ziet natuurlijk je ziet er van alles gebeuren in deze tijd, maar ook het grote financiële aspect van The Great Reset, dat wordt nu ingeleid en dat staat, mijn inziens, op het punt om te gebeuren. Vandaar de naam op de Great Reset. IOV. Iemand enig idee wat ik daarmee bedoel? Internet of Value. Dat is dus internet van waarde. Nou, komen veel. Er komen hier en daar wat Engelse termen langs. Laten we afspreken. Als je een vraag hebt, steek even je vinger op, dan stop ik en dan ga ik hem gewoon proberen te beantwoorden. Als te veel worden, dan gaan we ze bewaren voor het einde. Zijn er mensen die weten wat Ripple is? Oké. Even een korte disclaimer, ik zeg het er maar even bij. Ik weet niet alles. Ik ben geen expert. Ik ben al helemaal geen financieel adviseur. En ik ben ook geen econoom. Wat ik wel gedaan heb, ik ben gefascineerd geraakt door een bepaald pad. En dat begon op YouTube en ik ben het allemaal gaan volgen en gaan bekijken. Dat gaat allemaal hierover. En ik bekijk dat en volg dat nog steeds elke dag. Dat doe ik, stop ik nou toch al gauw 2 uur per dag in. Dat doe ik nu al een jaar of 3. En ik heb daar dus, daar ga je een visie krijgen. Die heb ik ook. En ik ben hier eigenlijk om die met jullie te delen. Op het moment dat je denkt van, hé, maar dit is nog een aanvulling en die wil ik echt graag benoemen, is dat ook goed, hè? Want we doen het met elkaar en jullie weten misschien ook dingen die ik niet weet. Laten we maar beginnen. Zou jij de spatie willen indrukken? Nou, de economische crisis. We hebben in het verleden al heel veel economische crisissen gezien en gekend. Voor zover ik dat kon terugvinden, was volgens mij 2008 was de laatste, de Lehman Brothers. Dat ging gepaard ook met een beurscrash, als ik het goed zeg, met ook uiteindelijk een crash van de huizenmarkt. Nou, wat wel even goed is om te weten, inflatie, dat horen we heel vaak, hè, dat woord. En we doen net alsof dat normaal is, of het narratief zegt eigenlijk dat het inflatie best normaal is en alsof dat eigenlijk een beetje een soort natuurlijk principe is. Ja, nee, dat is inflatie. Maar die inflatie komt eigenlijk alleen maar door het geld printen. Inflatie betekent ook niets meer dan geldontwaarding. Dus geld wordt minder waard. Dus krijg je daardoor minder koopkracht. En dat noemen we inflatie. Als we gaan kijken naar hoe er geprint wordt, dan heb ik deze grafiek hier gevonden. Voor het printen hebben ze een hele mooie naam. Hè? Dat noemen ze QE. Dat heet quantitative easing. Dat is een term die wordt geroepen in de media en dan zien we weer Jerome Powell en die vertelt weer over nee, we moeten weer geld bijprinten en quantitative easing. En dat gaat bij veel mensen het ene oor in en het andere uit, maar het betekent letterlijk gewoon geld printen. Niet letterlijk, maar dat is wat ermee bedoeld wordt. Wat we zien is dat er steeds meer bij geprint wordt, maar dat er dus hier in 2020 de spuitgaten uitloopt. En het loopt zelfs zo ver de spuigaten uit dat, pin me er niet op vast, maar ik geloof ongeveer een maand geleden is er ook besloten om dit soort cijfers niet meer naar buiten te brengen. Zodat wij met z'n allen niet meer kunnen zien hoeveel geld er geprint wordt.
even interessant is om te benoemen, is hier ergens, is ook de periode geweest waarop president Nixon goud in de dollar van 1971, dankjewel. Het heeft het goud en het zilver van elkaar losgemaakt, wat het dus mogelijk maakte om geld erbij te printen. Want 1 dollar hoefde niet meer gebekt te zijn door een bepaalde hoeveelheid goud, bijvoorbeeld een gram. Ik weet niet wat het was, maar zo ongeveer. Dus ik denk ook dat dat de reden is dat deze grafiek ook ongeveer hier begint. Wat zien we ook dat er gebeurt, is dat er, en Trump was dat ook al aan het doen, maar we zien het ook de Europese Centrale Bank doen en de IMF, er wordt heel veel geld geprint, allemaal onder de bom van stimulus checks, allemaal te behoeve van het hele corona gebeuren. De economie die ligt vrij stil momenteel. Winkels zijn dicht, dat weet jullie, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Men, en wat men is, dat kunnen we misschien wel even definiëren. We kunnen het zeggen dat zijn de financiële elite. We kunnen ook zeggen dat zijn de groep mensen die zitten op de World Economic Forum. We kunnen zeggen dat zijn de centrale bankiers. Ik beschouw het eventjes als één pot nat. Dat vind ik iets makkelijker. Die weten heel goed dat deze crisis eraan komt. Sterker nog, ze hebben daar regie over. Zij zijn nu... En dit is mijn optiek, hè? Maar zij zijn nu de crisis aan het inleiden en ze hebben hem zo ver onder controle dat zij bepalen wanneer echt de boel in elkaar stort. Wat het einddoel is, daar, dat weet ik niet precies, maar ik heb er wel ideeën over. En die zal ik straks ook met jullie delen. Zijn hier voor nu vragen over? Ik hoor niemand. Ja. Net stond er Ripple. Ja. Wat is dat dan of komt dat nog? Dat komt nog. Oké. Ja, globalisering. Globalisering is al zeg maar op heel veel onderdelen al zeg maar geschied en dat is er al. Als je nadenkt over bijvoorbeeld communicatie, dan is dat al globaal, want we hebben het internet. We communiceren veel via het internet. We kunnen skypen of videobellen met iemand aan de andere kant van de wereld. En dat kan instant, dat kan direct. Je kan met iedereen en alles in contact zijn. Dus die globalisering in communicatie hebben we al gezien. Als het gaat om distributie van goederen, producten en wat dan ook, hebben we ook al globalisering bereikt. Er is echt een symbool, wat mij betreft symbool staat voor die globalisering van distributie. Heeft iemand enig idee wat ik dan bedoel? Dat is de shipping container. De shipping container die past op elke vrachtauto, of niet op elke, maar die past op de vrachtauto, die past op de boot. Kan volgens mij zelfs nog in het vliegtuig en op de trein. En je ziet ze overal ter wereld, of het maakt niet uit om wat voor land je bent. Diezelfde shipping container, die kent dezelfde formaten. En dat maakt dus ook dat het allemaal compatible is met elkaar. Als het gaat om waarde, denk aan geld. Ik denk dat de term geld ook iets is waar we steeds minder gebruik van gaan maken. Als we denken aan waarde, dan staan we eigenlijk op het punt van globalisatie. Veel landen hebben nog allemaal verschillende valuta. En alle transacties worden tot op vandaag de dag nog steeds door Swift allemaal uitgevoerd. Kennen jullie Swift? Dat logootje wel eens gezien toevallig? Ja. Waar staat het voor eigenlijk? Oh, goeie. Dat zou het zijn. Settlement, World, International, ik weet het niet. Zit dat in Zwitserland? Ik denk dat je dan de BIS bedoelt. Swift zit in België. Okay. Als ik het goed heb in Brussel, maar dat weet ik niet zeker. Wel in België. Dat is een heel groot bedrijf en wat zij feitelijk doen is, zijn al die transacties aan het uitvoeren. Je moet je voorstellen, als ik nu naar als ik nu naar mijn nichtje in Frankrijk, die ik niet heb, als ik daar naar
100 euro wil versturen, dan, dan staat dat er niet direct op haar rekening. Dat komt doordat het een heel ouderwets systeem is. Dus dat komt binnen bij Swift en dat wordt dan geautomatiseerd en dan moet er op de knop gedrukt worden en dan gaat het door naar de volgende rekening. Vaak kost dat veel geld en het kost veel tijd. Maar dit is eigenlijk een slecht voorbeeld, want het is nog binnen de Europese Unie. Als ik datzelfde zou doen naar mijn nichtje in Suriname, dan weet ik niet hoe lang het gaat duren. Het kan 4 dagen duren, het kan 6 dagen duren. En van diezelfde 100 euro komt er maar bijvoorbeeld 92 euro aan. Dat was dus ontzettend duur. Dat is hoe het op dit moment nog steeds gaat. En dat gaat veranderen. En dat gaat allemaal gepaard met waar we het straks over gaan hebben. Mag de volgende sheet alsjeblieft. Nou, die Internet of Value, ik zei het net al eventjes. QFS staat voor Quantum Financial System. Ik geloof dat dit is waar we met z'n allen naartoe gaan. Ik geloof ook dat dit niet iets is wat ze nu aan het ontwikkelen zijn. Dit is iets wat ze de afgelopen 10, misschien wel 15 jaar ontwikkeld hebben. En wat nu klaar staat om geïntegreerd te worden. Onze grote vriend Klaus Schwab, die benoemt ook van we've got a small window of opportunity. Ik geloof dat hij daarmee bedoelt dat dat het moment is dat we overgaan op een compleet nieuw economisch systeem. En dat is dus het quantum financiële systeem. Wat heel typerend is in dat systeem, ik heb er een paar steekwoorden over opgeschreven, is dat het gaat met tokens. En dat zijn dus tokens op de blockchain. Misschien is het goed om nog eventjes een korte uitleg te geven bij de term blockchain. Omdat er waren veel mensen die niet weten wat dat is. Blockchain is een technologie. Het is een beetje een boekhoudkundige technologie. Het zijn schakels binnen een netwerk. Dus eigenlijk blocks binnen een chain. Die allemaal simultaneously... dezelfde eigenschappen hebben. Dat betekent dat als ik op blok 1 een transactie opschrijf, dan staat die ook direct op al die andere blokken. Ik zie jou nee zeggen. Nee, ik leg het niet goed uit. Nee, blockchain is dat je ene blok met de andere blok verbindt. Dus, en je krijgt als het ware een chain van blokken waar transacties in staan. En, het voordeel van een blockchain is dat je krijgt een transactie en als je een volgende blok erop zet, dan controleert het volgende blok zit de hash in van het vorige blok. Dus er zit als het ware in, het verwijst als het ware naar een vorige transactieblok. En zo krijg je een stapeling van blokken op elkaar die naar elkaar wijzen eigenlijk. En dat valideert elkaar dus. Duidelijk. Dus zeg je daarmee ook dat niet elke blok dus identiek is aan elkaar, maar dat het de aaneenschakeling is die de gehele chain aan informatie bevat? Ja, en dat is dus ook een beveiliging. Dus als jij een chain van blokken hebt, dan kan je niet gegevens uit één blok wijzigen, want al die andere blokken die wijzen naar elkaar en die zien dan onmiddellijk dat er iets veranderd is in de blockchain. Ja, dankjewel. Hele goede correctie. Ja, en dat is dus een token is iets anders dan een blockchain. En een token is eigenlijk een waarde die op een cryptografische munt eigenlijk die op de blockchain staat. Ja, dus een token is op een blok. Ja. Ja. Volgens mij is een token een soort van iets wat je op. In zo'n blokje staan een aantal transacties. Mm-hmm. Een token is iets waar je mee wisselt. Dus je wisselt van A naar B. Ja. En je registreert dan, oké, er is één token van A naar B gegaan. Dat is een transactie in een blok. Dus volgens mij is een token iets wat je uitwisselt. En een soort... Een soort eenheid. Ja. Het zijn eenheden. Eenheden, ja. Misschien is het goed om het even op het woord eenheden te houden. Dat het ook makkelijk praat en dat het ook begrijpelijk houdt. Goed idee? Ja. Ja? Zou je kunnen zeggen dat een blockchain een soort beveiliging is dan? Een beveiligd iets? Het is in ieder geval wel een veilig systeem. Kijk naar jou. Ja, het voordeel is, als je dus al die transacties hebt, dan heb je dus eigenlijk een hele boekhouding van
wat er eigenlijk aan transacties is gebeurd. En die boekhouding is ook statisch, je kan dat niet meer veranderen. Dus, niemand die kan zeggen, ja maar dat is zo niet gebeurd. Maar als, ja, dus niemand kan die gegevens meer wijzigen. Dat is het grote voordeel ervan. Dus niemand ter wereld kan zeggen van nou, we gaan dit even deze transactie falsificeren. Want dat, dan valt het hele systeem om eigenlijk. Goed, de kwantumfinanciële systeem bestaat dus uit eenheden. Eenheden van verschillende vormen van waarde. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat ze willen alles tokeniseren. Alles van waarde. En dan heb je wel het woord token, want ja, ik hoorde even tokenization, dit, tokenization, dat. En er zijn bedrijven die zich specialiseren in het tokeniseren van allerlei soorten van waarde. Wat willen ze allemaal tokeniseren? Nou, ze willen bijvoorbeeld ook de aandelenmarkt gaan tokeniseren. Er zijn heel veel cryptocurrencies. Nou, die worden daarin dus ook gezien als allemaal eenheden binnen het financiële systeem. Ze willen er zelfs naartoe dat op een gegeven moment zelfs de huizenmarkt ook getokeniseerd gaat worden. Daar kan ik straks iets meer over vertellen. Bij het financiële systeem zijn transacties zijn altijd nagenoeg instant. Het gaat dus allemaal ontzettend snel. Ik legde net eventjes kort uit hoe dat gaat met het SWIFT-systeem. Dat gaat dus allemaal langzaam. En bij 6% van die transacties komen er zelfs nog menselijke handelingen aan bod. Omdat bepaalde transacties in het netwerk blijven zweven. En dan moet iemand achter de computer en die moet dat dan valideren. Dit gaat ook over web monetization. Ik weet even niet of ik dit woord goed geschreven heb. Maar denk bijvoorbeeld aan Netflix. Nu heb je een Netflix accountje bijvoorbeeld en je betaalt, het is het 11 euro per maand geloof ik. We gaan straks naar een wereld toe waarbij je betaalt voor wat je kijkt. Dus hele kleine fragmentjes. Dus jij, op het moment dat je een halve aflevering kijkt, dan betaal je daar dus bijvoorbeeld omgerekend 2 cent voor. Tegelijkertijd gaat ook heel veel gebeuren en ik weet de details er niet van, maar alles als het gaat over mensen die content creëren, mensen die, denk aan gewoon muzikanten, films. Dus ook het hele betalingsverkeer als het gaat om wat wij consumeren achter het scherm. Gaan ook veel financiële transacties plaatsvinden. Eentje die ik hier niet op heb staan, waar ik ook aan moet denken, is bijvoorbeeld die Internet of Value. Internet of Things, sorry. Internet of Things, we gaan ook naar een wereld toe waarbij straks alle apparatuur met elkaar kan communiceren en ook kleine transacties gaat doen. Waarom? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het best wel een groot ding is en ik zie het steeds vaker langskomen. Dat zal dus ook gepaard gaan met verschillende tokens. En wie er goed in gaat zoeken, die kan nu al een idee krijgen, zeg maar, welke tokens dat ook gaan zijn die een rol spelen bijvoorbeeld in die Internet of Things. Micropayments. Omdat het zo goedkoop is om transacties te doen straks, is het ook mogelijk om micropayments te doen. Dus wat we net al benoemden, die 2 cent voor die halve aflevering van Netflix, ja, dat is zo weinig, dat zouden we dat niet overmaken naar elkaar of naar een bedrijf, want het is gewoon heel weinig. Micropayments is straks wel mogelijk met het nieuw quantum financiële systeem. Inclusiviteit, ook iets wat je regelmatig hoort zeggen door allerlei belangrijke mensen op televisie, ook binnen de mogelijke vorm hoor je het. En dan, wat ze zeggen is ook banking die een bent. Er zijn mensen die geen internet hebben in bepaalde continenten, bepaalde gebieden, maar er zijn ook mensen die hebben geen eens een bankrekening. Er zijn met ik geloof 7,5 miljard, misschien bijna 8 miljard mensen op deze planeet. Maar 1 miljard heeft een bankrekening en daarmee toegang tot ons betalingsverkeer. Wat ze willen doen is alles en iedereen onderdeel maken van deze nieuwe economie. Het enige wat iemand daarvoor nodig heeft is eigenlijk een smartphone bijvoorbeeld of een laptop. Maar dus ook een internetverbinding. En ik zal straks nog een bruggetje maken naar wat Elon Musk bijvoorbeeld allemaal aan het doen is de laatste jaren.
Even kijken, wat de huidige economische systeem is een systeem wat ook gebaseerd is op schulden. Het nieuwe systeem, dat zou op basis moeten zijn van krediet. De totale wereldschuld is gigantisch hoog. En die is zo hoog dat het onrealistisch en onmogelijk is om die ooit nog terug te betalen. Door over te gaan op een nieuw systeem is dat ook een uniek moment om de totale wereldschuld kwijt te schelden. Of dat ook gaat betekenen dat wij onze hypotheek niet meer zouden hoeven te betalen, dat denk ik niet, dat weet ik niet. Maar als het gaat om de schulden die de landen hebben, en Amerika is de World Reserve Currency, die kunnen ook heel veel geld printen, die gaan die zullen daarbij dus alle schulden in één keer kwijtgescholden hebben. Dus daar zit een heel groot belang bij, om over te gaan ook op een nieuw systeem. Wat ook gepaard gaat met Internet of Value is meer controle. Dus, ik kan het niet het beste uitleggen. Op dit moment hebben wij nog cash geld. En dat maakt het mogelijk om transacties te doen die eigenlijk onzichtbaar zijn. Voor de mensen die bovenin zitten, zal ik maar zeggen. En niemand weet dat jullie hier net geld op tafel hebben gelegd. Dat weten ze niet. Straks is dat eigenlijk niet meer mogelijk. En zo goed als alles ook op bijvoorbeeld een blockchain geregistreerd wordt, zo zal dat straks met alles zijn. Over die controle, er zitten ook wel echt wat nadelen en risico's aan. Want dit alles kan ook gebruikt worden om ons daarmee dus echt goed te controleren. Maar daar kom ik straks op. Oh ja, er staat nog geen nationale World Reserve Currency. Op dit moment is de dollar de World Reserve Currency. In het nieuwe quantum financiële systeem is er geen land wat de World Reserve Currency zal beheren. Er zal wel een World Reserve Currency komen. Dat is geen feit, maar van wat ik allemaal gezien heb, is het zeer aannemelijk. Maar ik zou iedereen willen aanmoedigen om vooral ook zijn eigen onderzoek te doen. Zijn er hier vragen over? Kan maar zien anders. Ik heb nog niet zoveel voorstelling eigenlijk. Ik weet niet, misschien kom je dat terug, maar ik heb een beetje twee visies van de verhalen die ik erover hoor. Ja. Enerzijds van Free West, dat is eigenlijk het magische, dat is allemaal neutraal, dat is schuldenvrij, dat is positieve energie. Ja. En anderzijds hoor ik Schwab en dan hoor ik controle en dan denk ik aan alle negatieve dingen van controle en dan denk ik, dus ik zit hier heel erg dubbel in, maar er is heel veel dubbel die twee kanten op gaan. Ja, vind ik... Kom je er nog op terug? Ik kom er zeker nog op terug. Okay. Er zijn een paar vrienden die dichtbij staan die met hetzelfde, ik doe bijna een soort ethisch dilemma zitten. Of voel je dat niet zo? Ja, ik voel het als twee, ik weet nog niet welk verhaal waar is. Oh zo. Wij spreken, of misschien zullen de delen waar zijn van het verhaal 1 en deel van waar het verhaal 2. Maar ik vind het heel moeilijk van een gevoel bij te krijgen. Ja, ik kom er straks op terug. Ik kan in ieder geval vast verklappen dat die twee waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Ja, Ronald. Okay. De eerste is, gaat er niet zoveel data komen dat we alle computers in de wereld nodig hebben of alle datacentra om deze datastromen te kunnen beheersen en opslaan? De tweede vraag is, van wie de data beheerst de wereld? Is dat niet een onderdeel van het hele plan? Ten derde is, als dat zo is, wie hebben inzicht in de data? Want ik kan me voorstellen dat ik niet op jouw tegoeden kan gaan kijken, maar dat de andere mensen die dus de macht wel alle informatie en alles wat ik doe, elk stukje van een Netflix aflevering die ik bekijk, en daardoor dus voor sommige mensen, niet allemaal, alle feiten inzichtelijk zijn. En dat willen we misschien niet, dus is dit het einde van de privacy niet, terwijl wij in Europa zijn met de privacy bezig. Dat zijn een hoop vragen. De vraag waar ik in eerste instantie op wil reageren is, jij vraagt,
Waar wordt dat straks allemaal, waar is die data en wie beheert dat? En ik kijk tegelijkertijd naar jou, om te checken of het goed zit. Dit is gedecentraliseerd. Dat betekent dat het open source technologie is. Dat betekent dat ook iedereen, los van dat iedereen kan participeren door het feit dat hij straks een wallet heeft met daarin allerlei eenheden of tokens of whatever. Kan ook iedereen die de skills heeft om op dit soort technologieën te bouwen, die kan dat dus ook doen. Die data is op het internet. En die is, als ik het goed heb, is dat is niet een gecentraliseerde plek. Dus dat is in ieder geval een antwoord op een van de vragen. Maar je stelde er nog een paar. Nou, dat is wie de controle heeft, of wie de controle heeft over die datastroom heeft de macht. Juist. En ja, wat gaat de privacy daarmee gemoeid is. Nou, kijk, het gekke is, jij zegt dat QFS bestaat uit deze hele lijst en meer controle. En ja, ik denk dat je een heleboel dingen eigenlijk alles onder QFS stopt eigenlijk. En ook meer controle eigenlijk. Ja. Maar ja, er zijn verschillende technologieën en de ene is meer gedecentraliseerd dan de andere. Ja, dat ben ik met je eens. Het is maar net de vraag welke technologie dan uiteindelijk wordt toegepast. En dat weten we dus gewoon nog niet. Nee. Maar binnen het quantum financieel systeem zullen dus ook meerdere technologieën, is er plek zijn voor meerdere technologieën. Ja, kijk, en het is maar net welke richting je opgaat dan bijvoorbeeld bij, nou ja, als dat dus richting XRP gaat of richting Ripple, dan lijkt me dat niet zo goed, want dit is eigenlijk niet zo gedecentraliseerd als dat jij zegt dat het is. Dat Ripple niet ge... niet gedecentraliseerd is, dat heb ik volgens mij niet gezegd. Nou, je zegt van het is decentraal, maar het is juist vrij centraal. Ja, daar ben ik het niet mee eens, maar daar kan ik straks wel op ingaan. Het is een open source technologie. Maar open source, het zegt niks over of het gedecentraliseerd is. Nee, maar Ripple, voor de duidelijkheid, Ripple is geen token. Ripple is een bedrijf. Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Maar ik heb het over XRP, maar oké. Dus ja. Oké, dus daar gaan we straks wel even. Nou, nee, ik vind het wel goed om nog heel even door te gaan. Kan je me uitleggen waarom XRP gecentraliseerd is? Nou, omdat het gaat uiteindelijk om de validators. En de validators worden alleen maar goedgekeurd door Ripple zelf. Die wijst namelijk de validators aan. En niemand heeft inzicht in hoe dat hele algoritme van toekennen van validators werkt. Dat is gewoon niet centraal. Oh, zo zie je dat. Maar oké, zo zie je dat. Dus iedereen kan zich aanmelden. Ja, ik wil ook validator zijn. Maar Ripple die zegt van, ja, jij mag ook validator zijn. Dus ja, dat heeft helemaal geen zin. Dus je kan zo open source zijn als maar wat. Want iedereen kan die technologie inderdaad op zijn eigen computer zetten en dan zich aanmelden. Ja, ik wil ook validator zijn. Maar ja, niet bij Ripple. Alleen Ripple bepaalt wie toegewezen wordt. Oké. Validator kan zijn. Oké. Nou, dat is goed om te weten. Ik, naar mijn idee kon iedereen gaan valideren en dus zelf een validatienode gaan runnen. Ja, dat kan. Maar uiteindelijk heb je maar een heel select validator clubje en Ripple bepaalt die bij het clubje hoort. Op die manier. Ja, oké. Ik wil wel toch proberen om een klein beetje uit de techniek te blijven. Ja. Want ik kan me voorstellen dat er ook veel mensen zijn die dan niet meer begrijpen waar wij het over hebben. Het is trouwens wel interessant om even te benoemen, is dat bijvoorbeeld binnen de crypto community, zal ik maar zeggen, worden heel veel discussies gevoerd. Ripple wordt ook gezien als een controversieel bedrijf. En XRP is een controversiële munt. Er zijn ook heel veel Bitcoin mensen die haten XRP. Die hebben er allemaal redenen voor. Ik zeg niet dat jij dat bent overigens. Maar daar kan je dus hele interessante discussies over voeren. Dus die laten we even wat het is. Wat is nou het belang eigenlijk van de Great Reset ten opzichte van de crypto dan? En dat het open source is, want het lijkt me niet in het belang van de Swap. Als hij dan heel veel controle wil hebben en het systeem gaat ontwerpen wat helemaal vrij is en iedereen mag bepalen wat, welke waarde hij kan hebben ofzo. Wat jij wel wil noemen, maar ik weet niet precies wat het inhoudt. Ik probeer even je vraag eruit te halen. Nou, wat is het belang van Swap eigenlijk? Om zo'n systeem te ontwerpen?
Nee, ik zeg het niet. Ik weet niet of Schwab degene is die dit hele systeem ontworpen heeft. Dat denk ik niet. Er zijn heel veel partijen uit de private sector die daar ook een grote rol in spelen. Maar is dit nou een systeem, omdat je zegt open source, dat lijkt mij een soort iets wat door meerdere mensen gebouwd wordt. Als een soort alternatief systeem. Nou, zou jij die vraag willen beantwoorden? Wat is open source? Open source wil zeggen dat de code, zeg maar, het programma zelf, dat wordt geschreven door programmacode. En die is gewoon vrijelijk door iedereen te zien. En die kan zelfs aangepast worden door iedereen. Iedereen kan zijn bijdrage leveren en een voorstel doen voor een aanpassing. Want uiteindelijk heb je iemand die zegt, of één instantie zegt van, oh, dit is de open source code die we willen meenemen in onze source code. Maar hij is in ieder geval zichtbaar, dus je kan geen... Het voordeel daarvan is, je ziet dus echt wat er gebeurt in het programma zelf. Dus er zal moeilijk een virus of zoiets in zo'n systeem komen, omdat iedereen ziet wat er eigenlijk... Tenminste, het is wel heel technisch allemaal, dus ja. Uiteindelijk is het nog een heel select clubje die maar begrijpt wat er gebeurt. Ja. En daarom kan ik me niet voorstellen dat Schwab een open source gaat gebruiken. Dus, ik bedoel, net als het systeem in China, dat iedereen credits gaat krijgen op wat je op je gedrag, daar gaat het waarschijnlijk op doen. Ja, dat denk ik ook. Uiteindelijk, je blockchain is gewoon de geëncrypte versie om die credits te sturen naar een enkel persoon die op zijn waarde, op zijn gedrag, beoordeeld wordt, daar krijg je een grens. Dat is een beetje mijn idee van dit hele systeem. Ja, maar dan nog, het zou even goed open source kunnen zijn, dus de source is zichtbaar, alleen wie die source verandert en wie die source eigenlijk toelaat tot wat er uiteindelijk in de productie wordt gedraaid, dat bepaalt weer een bepaalde instantie. En wie dat doet, ja, dat is misschien ook wel Ripple. Dus Ripple heeft gewoon programmeurs in dienst en iedereen kan zien wat daar gebeurt. Maar Ripple die schrijft die code. Ja. Iemand anders die kan ook zeggen, ja, maar ik wil dit veranderd zien. Maar Ripple bepaalt uiteindelijk of die verandering wordt ingevoerd of niet. Oké, nou helder. Dus ja. Volgende sheet alsjeblieft. Ik heb hier een afbeelding van een aantal asset classes. En waarom heb ik hier neergezet? Dat quantum financiële systeem heeft de potentie om alle andere asset classes op te slokken eigenlijk. En dan kom ik weer even terug op het tokeniseren. Wat bonds zijn, weet ik trouwens zelf niet precies. Dat zijn volgens mij een soort staatsobligaties of zo. Weet iemand wat bonds zijn? Dat zijn staatsobligaties. Ja, dat zijn wel obligaties. We zien commodities. Naar de huizenmarkt, aandelenmarkt, maar ook gewoon, het staat hier cash, maar valuta. Valuta worden ook straks op de, binnen het quantum financiële systeem worden die gerund. Dus wij krijgen straks digitale euro's, digitale dollars. En nu hebben we op ons schermpje ook al, zien wij getalletjes staan. Maar dat zullen straks andere zijn. Namelijk echte digitale eenheden. Tokens die niet bijgedrukt kunnen worden. Hoe zie je dan goud en zilver op de blockchain? Want goud en zilver kan ik nu nog bestellen, hè? Ja. Dan krijg ik zilveren muntjes. Juist. Goud kan ik niet betalen. Maar hoe zie je dat dan? Want in principe, of ze moeten het gaan wegsmelten of zo. Of nou, dat is volgens mij nu bijvoorbeeld ook een bedrijf die goud en zilver, zeg maar, getokeniseerd heeft. En die hebben dan een hele grote kluis in Canada. En er zit heel veel geld in, of heel veel goud en zilver in. En die hebben dan, die tokens zijn dan evenredig aan de hoeveelheid goud en zilver die zij beheren. Ja. Dus, dan heb je dus geen fysiek goud of zilver. Dus het zijn eigenlijk. En het staat er wel tegenover. Het staat er wel tegenover. Precies, dus dat is eigenlijk misschien nog wel het enige wat er dan nog is, waar dus wel toch iets fysieks tegenover staat. Ja. Dus real estate ook wel. Real estate ook. Ja, real estate ook. Ja, nou goed.
Dan moet je even bij, met huizenprijs, moet je iets bij je. Ik weet niet of daar een echte waarde tegenover staat. Ja, dat is een heel stuk minder dan wat het nu is, in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk ook wel eens bij mezelf, zijn de huizen nou zo duur of is het geld nou zo weinig waard? Ja, dat is een goede vraag. Alleen gebaseerd op schulden, toch? Ja. Ja, nou, dat heb je hem weer, hè. Dus dit economische systeem is eigenlijk ook gebouwd op schulden. Die schulden worden weer opgekocht en die worden weer verkocht. Er wordt gehandeld in schulden en daar wordt op gehandeld. En, ja, dat klopt. Een grote luchtbel. Ik vind het is heel complex. Ik zou eerlijk zeggen, dat is niet helemaal mijn. Daar weet ik niet helemaal precies hoe het precies zit. Nee. Volgende alsjeblieft. Ja. De cryptomarkt. Veel mensen denken nog dat dat iets is voor nerds of voor jonge mensen. Maar het is eigenlijk een nieuwe asset class. En dat is de nieuwste asset class na de laatste, dat was de bonds van die obligaties. En die is ergens in 1600 zoveel geïntroduceerd. Dus we zijn een paar honderd jaar verder en dit is dus een nieuwe asset class. En ik persoonlijk denk dat veel mensen onderschatten wat de potentie is van het hele crypto gebeuren. Wat betekent het woord asset class? Dat is een goeie. Ja, assets betekent bezittingen. En class is gewoon een soort klas, categorie. Bezit op de klas. Een soort categorie, ja. Het is gewoon een bezitcategorie. Ja. Dankjewel. Kent iedereen al dit soort munten trouwens? Zijn er ook mensen die XRP hebben toevallig? Ja, ik vroeg wie er XRP heeft. Kunnen jullie mij trouwens goed verstaan, anders dan kan ik wel iets luider praten. Ja? Dat is goed hoor. Nou, daar word ik wel helemaal gemakkelijk. Ja. Nou, laten we verder gaan naar de volgende sheet. Deze afbeelding kreeg ik onlangs doorgestuurd. Ik heb hem in verschillende YouTube-video's ook langs zien komen. Is er iemand die deze afbeelding al eerder gezien heeft? Jij hebt hem eerder gezien? 100.000 keer? Ja, en waar kom je die zo vaak tegen? Ja, het is ook een telegramgroep van Whiplash. Ja. Ik heb ze iedere dag drie keer. Oké, okay, ja, ja. Het is alweer bijna verdacht. Dus ik heb het met jou verhaal. Ja. Nou ja, voor mij was het meer een soort bevestiging. Want ik weet veel van Ripple. Want ik zit in mijn Ripple-echo-kamer. Dus ik hoor alleen positieve dingen daarover. Maar tegelijkertijd ga ik ook op zoek af en toe naar van waarom het allemaal het niet zou gaan worden. En dat vind ik dan bijna niet, maar toen ik dan dit zag en ik zie dan weer Ripple daar staan, dan werd ik wel heel, dacht van, oh ja, het klopt wat ik denk. Dus dat was een prettige bevestiging. Dat ISO 222, of eigenlijk 20022, dat is ergens vastgelegd als een soort nieuwe standaard van de nieuwe financiële economie. En als je naar kijkt, ja, al die stroomschemaatjes zeggen mij persoonlijk allemaal niet heel veel. Wat wel opvallend is dat er een aantal, en die zijn weet je, dat bruinige gemarkeerd. Dus dat is Algorand, Xinfin, Ripple, IOTA en Stellar. Dit zijn ook allemaal of bedrijven of tokens, noem ik het toch even, die terug te vinden zijn tussen die gigantische lijst aan cryptocurrencies, want het zijn er inmiddels bijna 10.000. Het lijkt daardoor, op het moment dat je naar zo'n grote lijst kijkt, net alsof het allemaal, het is echt een jungle van verschillende cryptomunten. Maar
En ik geloof ook dat 99% van die munten er over een jaar of over twee jaar niet meer zullen zijn. Want er zitten echt flutmunten tussen die helemaal geen enkel doel dienen. Maar die simpelweg op hype meer waard worden. Je hebt wat vragen? Ja, IOTA is toch een soort van blockchain systeem wat ervoor zorgt dat je juist sneller je tokens of wat dan ook er doorheen jaagt. Dus dat is toch geen cryptomunt? IOTA is ook een cryptomunt. En de user case van IOTA, daar heb ik me niet heel erg in verdiept, maar die gaat over die Internet of Things. En smart contracts, toch? Dat is weer iets anders. Okay. Smart contracts is weer iets anders. En Ethereum is iets wat jullie misschien wel eens genoemd van gehoord hebben. Dat is op dit moment de grootste, het grootste smart contract platform, moet ik het goed zeggen. Oh. Ja. Nee, maar staat hier dan bij? Die staat hier niet bij. Waar kijken we echt naar? Ik snap het nog. Ja, dat is een hele goede vraag. Waar kijken we naar? Zoals ik het zie, is het eigenlijk een soort. Hoe leg je dat uit? Hoe heet het ook? Als mensen bijvoorbeeld die hebben een uitvinding gedaan of zo, dan leggen ze dat vast. Patent? Ja, een soort patent. Maar dat is ook niet helemaal, maar het is ook een soort. Ja, het is een soort blauwdruk in een schemaatje vastgelegd. Een blauwdruk van? Een blauwdruk van, ja, een beetje de back-office van zo'n quantum financial systeem? Ja, een ecosysteem staat daar. Er staat protocol family, protocol. Nee. Het zou moeten werken. Meestal toch een certificering, waarin je het standaard vastlegt. Ja. Dus je maakt een stroomdiagram, waar je ISO, dus als je een bedrijf of een nieuwe crypto, in de markt is, dan kan je volgens deze ISO werken en dan ben je dus gecertificeerd en dat wordt dan een standaard, dat is dat een bedrijf en met privacy ook een ISO, een bepaalde ISO krijgt. Zeg maar. Mooi, dankjewel, dat is echt een waardevol antwoord. Het interessante is dat interledger. Interledger, dat betekent volgens mij, een ledger is een boekhouding, dus één blockchain is een boekhouding, de Bitcoin is een boekhouding, de Ethereum is een boekhouding. Een interledger betekent hoe dus die dingen gaan samenwerken. Je zegt dat hier investeren zitten meerdere protocollen in. Mm-hmm. Als ik dit zo lees, dan zie ik hier een vrijste stuk of zes van die protocollen en hoe die met elkaar gaan samenwerken. Ja. Dat is volgens mij, door het woord interledger word ik daar gedachten gebracht. Ja, oké, okay, cool. En nog even die standaard van dat ISO, als we even terug naar die globalisering van distributie. En dan kan ik me ook voorstellen dat er ergens ook een ISO-standaard is voor wat precies de afmetingen zouden zijn van zo'n shippingcontainer. Want dat moeten we met z'n allen afspreken. Toch? Ja. Ja. Oké. Dus ik heb deze ook pas een paar dagen geleden voor het eerst gezien, maar ik vond hem waardevol genoeg om hier even langs te laten komen. Kun je me even uitleggen dat er staat in het midden founding members en daar staat een afkorting boven? INA. Theo Bernhard Anton. Maar weet je waar dat voor staat? Ik weet niet waar dat voor staat. Wat zijn hier de founding members van wat? Goeie vraag. Goeie vraag. Ik weet dat Accenture, dat een bedrijf is. IBM kennen we. Ja. Ik weet dat R2 is ook een gigantisch payments bedrijf, als ik het goed heb. Verbeter me als ik dat verkeerd zeg. Die zitten volgens mij in Japan. Consensus. Nee, er staan ook wel namen bij die ik niet ken, maar ik weet wel dat dit grote partijen zijn. Dat weet ik. Nou, Swift, die kwam net al even langs. Dus Swift zal niet helemaal verdwijnen. JP Morgan kennen we vast wel. Ja, los van dat ik al net aangaf dat ik af en toe in mijn zoektocht in mijn Ripple echokamer zit, hoor ik ook meerdere malen ook door bijvoorbeeld de CEO van Ripple zeggen dat er zullen meerdere crypto's zijn die er straks nog zijn.
die onderdeel gaan zijn van waar we naartoe gaan. Dus ik heb me altijd wel eens afgevraagd, welke zullen dat dan zijn? Nou, XLM, Stellar, dat wist ik al. En ik had al eerder wel eens IOTA langs horen komen, dat je die ook niet moest onderschatten. Maar nogmaals, het is geen financieel advies, maar als ik ze zo zie, en als het een, ik ben ook wel even vanmiddag gaan kijken bij de site van dat ISO. Als je gaat zoeken op ISO 20022, dan kom ik echt op een hele gelikte site. En dat is allemaal heel erg ja, echt en professioneel. Het is niet even gewoon een... dat denk ik niet. En ik hoop het niet. Maar ja, we leven in een rare wereld. Dus, Maar op die site dan, waar je dit plaatje elke keer tegenkomt, daar zeggen ze dat ja. XLM gedekt gaat worden door zilver, ja. XRP door goud, ja. En de andere door koper en iridium. En ja. Ja. Maar kan jij daar ook iets over terugvinden? Ja, ik wilde het straks benoemen, maar dat kan nu ook wel. Ik heb dat ook voorbij zien komen. Iemand heeft me dat doorgestuurd. Over dat het van koper gebekt wordt. En dat was volgens mij, dit is dan iridium of zo. Of ja. Grondstoffen waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar dat het narratief ontzettend Bitcoin aan het promoten is. Als dat gouden glimmende ding wat je echt moet hebben. Terwijl dat het nauwelijks een use case heeft en nu nog een beetje moeten hebben van ja, het is een store of value. Terwijl dat ik dan heel vaak hoor van de XRP, dat is wel daadwerkelijk het liquide goud en dat de goudstandaard, gold standard. Maar ja, het is tegelijkertijd de hele crypto-industrie best wel, of de crypto-community is best wel veel hype. Hè? Je ziet allemaal hele flitserige filmpjes. Dus wat waar is best een lastige zoektocht. Maar ik had het al wel eerder gehoord dat er ook grondstoffen zoals goud en zilver gebackt of gekoppeld gaan worden aan bepaalde crypto's. Dus dat heb ik ook gehoord. Maar ik weet daar te weinig van om jullie te vertellen dat dat zo is. Maar ik heb dat zeker gezien, ja. Misschien afhankelijk van wie het in handen heeft, kan het goed en verkeerd uitpakken. Dat is met alles zo. Zo met de keukenmes. Dat klopt. Ja. Maar voor mijn duidelijkheid, ja. Is dat wat in blauw is, zijn dat munten en die anderen zijn de bedrijven? Dat is correct. Althans, wat blauw is, zijn inderdaad tokens. Okay. Of munten, geef de naam. Eenheden. Ja, ik geloof eigenlijk dat ik begrijp er helemaal niks van. Oké, dat kan. En waar raakte je ons kwijt? Nou, eigenlijk in het begin al. Ik denk, nou, het zal wel duidelijk worden, maar het wordt eigenlijk alleen maar steeds ingewikkelder en onduidelijker voor mij. Oké. Dat is jammer. Ik heb gewoon geen voorstelling van waar het over gaat. Nee. Zo, wat is het doel van de presentatie? Ja, maar ik kan er gewoon niks aan koppelen. Ja, ik wil het heel graag uitleggen. Kun jij concrete voorbeelden geven? Want het is voor mij een heel abstract verhaal. Ik weet gewoon niet waar. Ik ga het proberen even in het hier en nu te brengen. Oké, stel je voor, je bent in de supermarkt. Je bent in de Jumbo, noem maar wat. En daar moet je €50 aan boodschappen afrekenen. Dan, en tegelijkertijd heb jij op dat moment geen €50. Oké, dit is je telefoon. Ik zit het wel zo te doen. Dan heb jij je internetbankier, hè? Heb je dat wel? Je telefoon? Oké. Meer wel eens gezien bij iemand dat heeft, hè? Nou, dan staan daar je euro's of je spaarrekening. Maar dan gaan we naar een wereld toe waarbij er waarschijnlijk ook dan bijvoorbeeld staat IOTA. Of misschien een heel klein stukje Tesla-aandeel wat je hebt. Of misschien heb je een klein stukje van de huizenmarkt in Londen, omdat je denkt dat het meer waard gaat worden. En zo heb je een wallet met allemaal verschillende zaken. Allemaal verschillende eenheden. En kan jij, omdat je maar dan 20 digitale euro's hebt, terwijl je er 50 nodig hebt voor je boodschappen, kan jij in het moment, instant, een heel klein stukje van die
van de Tesla aandeel verkopen naar euro, waardoor jij direct alsnog zo met een keer QR-code jouw boodschap alsnog kan betalen. Alles wordt dus liquide, alles wordt uitwisselbaar. Je kan zelfs een klein stukje van je huis verkopen in de supermarkt omdat je dat je geld nodig hebt. Dat is hoe ik dat voor mij zie. Volgens mij moet je daar een beetje aan denken. En dat zijn dus heel veel verschillende bedrijven, verschillende technologieën, maar dat wordt ook allemaal bij elkaar gebracht. En dat, zo komt die nieuwe economie eruit te zien. Dus het is niet één bank die dat beheert, maar het zijn verschillende bedrijven waar jij alle stukjes geld hebt staan. Als je daar zelf voor kiest. Want je kan ook zeggen van... Dat hoef niet te doen. Nee, inderdaad. Maar je zegt het wordt bank. Ja, zijn er nog banken dan? Er zijn nog banken, alleen de rol van de banken wordt anders. Je kan straks jouw crypto bijvoorbeeld, of jouw tokens, of al die eenheden, dat Tesla aandeel, of dat stukje huizenmarkt, als jij het onverantwoord vindt om het in eigen beheer te hebben, of omdat het heel veel is, of omdat je misschien onhandig mee bent, dan kan je ervoor kiezen om dat bijvoorbeeld in het beheer van de bank te laten doen. En dan beheert de bank voor jou die tokens. Misschien krijg je nog wel rente op ook. Dus de banken krijgen een andere rol. En de banken die niet meegaan in deze transitie, en dat zijn er weinig, of misschien wel geen, die zullen waarschijnlijk omvallen. Dat is wat ik steeds weer langs hoor komen. Wat zei je laatste, sorry? De banken die zeg maar niet meegaan in deze transitie, die zullen hoogstwaarschijnlijk omvallen. En maar, hoe gaan ze mee in de transitie? Ja, daar kom ik nu zo op. Ja. Ik wil even nog op dit niveau blijvend. Wat maakt dan dat mensen nu allemaal in met die crypto's bezig gaan? Wat is nou, waarom we hier nu ook met die crypto's? Ja, ik heb bewust geprobeerd om crypto niet te proberen. Ik vond het niet centraal te houden, want het is meer dan dat, denk ik. Maar vraag je eigenlijk in zijn algemeenheid, hoe komt het dat de laatste tijd iedereen met crypto bezig is? Ja, dit is een marktcyclus. Er zijn marktcyclussen en die duren vaak 4 jaar. En dan heb je bijvoorbeeld een bear market. Alles gaat naar beneden en het blijft heel lang heel laag en het gaat consolideren. Dit is even, ik beeld een grafiek uit, hè. En dan op een gegeven moment gaat het omhoog. En dan krijg je verschillende fasen, psychologisch gezien. En op een gegeven moment krijg je hype. En dan krijg je op een gegeven moment, dat gaat helemaal door tot aan euforie. Dat is nu aan de hand. En als die marktcyclus die de afgelopen 8 jaar, dus 2 volledige cyclussen, als die nu weer aan het kloppen is, dan gaat deze hele boelrun, dus de prijzen die gaan allemaal behoorlijk omhoog. En tegelijkertijd hoor je iedereen moord en brand schreeuwen over crypto. Dat zal waarschijnlijk doorgaan tot en met einde van het jaar. Maar wederom geen financieel advies. Althans, als ik die marktcyclus moet geloven, dan gaan we daarna een beetje de piek zien en dan gaat alles weer naar beneden. Of dat dit keer weer zo is, dat weet ik niet. Maar alles wel heel veel. Bedoel je dan cryptomarkt, wat bedoel je? Want het zijn toch ook 2 hele verschillende markten. Tenminste, nu nog een beetje. En welke 2 markten zijn dat? Nou, het valt me op dat je hoorde het allemaal op één hoop gooit. Terwijl voor mij Ik begrijp wat je bedoelt. Nou, als je bijvoorbeeld... Wat gaat omhoog en vallen? Sorry hoor, even zeg maar, dat is mijn vraag eigenlijk. Oké, nee, helder. Het is goed dat je dat vraagt. Je hebt bijna 10.000 van die cryptomunten. En op het moment dat we in de boelrun zitten, dan maakt het bijna niet uit welke munt je hebt. Overal gaat bijna alles wel omhoog. Tuurlijk zijn er uitschieters die het ineens heel slecht doen, of sommigen die in één keer 10 gaan en noem maar op. Maar overal, de totale market cap, dus hoeveel geld er in die markt zit van de hele crypto, ongeacht in wat voor muntje, daar heb ik het over. Oké, dat is de cryptomarkt nu alleen. Jan, maar waar dacht jij dat we het over hadden? De aandelenmarkt. Ik weet veel te weinig over aandelen. Nee. Wat ik wel begrijp is dat allerlei technische analyses over grafieken binnen de crypto, dat het nagenoeg hetzelfde is als in de aandelenmarkt. Ja. Dat heb ik wel gehoord. Maar, ik heb het specifiek over crypto. Ja. Wat
is nou de basis, koop je nou van met euro's koop je cryptomunten. En daar kun je dan weer mee gaan betalen. En dat moet je dan omrekenen naar euro's. Dus dan is de euro nog steeds een basis. Bijvoorbeeld. Op dit moment, als jij crypto wilt kopen, dan doe je dat vanuit valuta. Of als je al crypto hebt, dan kan je dat weer inwisselen voor een andere crypto. Ja. Dat klopt. Dus is het nou wezenlijk een ander systeem, een geldsysteem? Of, kijk, het hele idee van crypto is eigenlijk dat je buiten het banksysteem om dingen kan doen. Dus iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen crypto munten. En dat is eigenlijk het hele idee. Dus omdat het eigenlijk vrij technisch en moeilijk is, nemen banken dat in beheer, maar dat is eigenlijk niet het idee van cryptomunten. Dus namelijk, cryptomunten kan je namelijk zelf op je eigen laptop of zo helemaal beheren buiten de bank om. Dus je kan zelf transacties doen, je kan zelf geld overboeken en tegenwoordig kan je dat ook op je telefoon. Ja, peer-to-peer. En dat is gewoon peer-to-peer, dus van de ene naar de andere persoon, zonder dat er een bank tussen zit eigenlijk. Dus dat is het hele idee. Dus, Dat je helemaal banken buitenspel zet. Dus je hebt ook helemaal geen banken meer nodig die eigenlijk heel veel geld vragen voor hun diensten eigenlijk. Maar kijk, zo'n supermarkt als Jumbo, gaat die dat accepteren dan? Nou ja, als zij dat willen. Tesla die doet dat al, maar er zijn een heleboel andere bedrijven die. Maar dat ligt dus aan het bedrijf zelf of die dat accepteren. Ja, en dit wordt dus de nieuwe standaard. Dus dat is het helemaal geen vraag meer van, gaan die dat accepteren? Dat, dat is het dan. Daar komen we nu op. Dat die Ripple die werkt samen met de banken. Maar is dat dan peer-to-peer? Is wat dan ook peer-to-peer? Nou, je hebt een transactie. Er zit altijd meneer Ripple. Dat vind ik wel een goede vraag, want jij wist net wat interessante dingen over het validatieproces te vertellen. Ja. Zit Ripple tussen elke transactie? Ripple is opgezet om banken tot hele grote bedragen, echt miljoenen of miljarden, transacties van ene bank heel goedkoop naar de andere bank te doen. Ja. Daarom is dat systeem opgezet en dan gebruiken ze dan XRP als token voor en dat is eigenlijk is het geen echte blockchain, dus het is... Distributed ledger technology. De ledger, zeg maar, dat wordt dan... Dat kan gevalideerd worden via via cryptotechnologie, maar dat is geen blockchain. Er zit dus geen blockchain technologie achter. En niemand kan of het hele idee van crypto is eigenlijk ontstaan bij Bitcoin, is dat je dus het vertrouwen, zeg maar, losweek van dat hele systeem. Dus dat je een geldsysteem hebt. Dat helemaal... Dat is vanuit een heel anarchistische gedachtegoed komt het eigenlijk. Hè? Geen overheden, geen banken, geld van het volk, van onderaf, we gaan het zelf doen. En het is eigenlijk zo ongrijpbaar dat banken die willen daar gewoon grip op krijgen. En die bedenken zelf allemaal systemen die een beetje op die Bitcoin lijken en zo. Maar ze krijgen er eigenlijk niet echt grip op. Maar ik heb wel begrepen als zij wat jij vertelt. Oh zo, ja. Nee, en als het met de SRD mag, was het of zo, weet je precies, als China, Rusland, Amerika zelf bedenken of de hele wereld, wij maken een nieuwe coin, een nieuwe standaard, yes. Dan kunnen wij de term afslagen van de exchanges, van de crypto exchanges afsluiten, en dan kan niemand meer iets met geld, behalve daar alleen maar stallen, store value doen. Ja. En kunnen we niks meer mee in de gewone wereld betalen of zo. Hoe zien jullie dat? Je schetst eigenlijk een mogelijk scenario. Oh. En hebben jullie een beeld van hoe dat zich ontwikkelt op dit moment, of jij? Ik heb daar geen beeld van. Nee. Dat vind ik wel heel spannend. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Want dan denk je, als ik daar alleen naar 10.000 punten heb of zo, of 10.000 waarden, en ik heb er niks mee in de gewone wereld,
Ja. Dan heeft het dus ook geen waarde meer. Is de wereld dan ook zo gewoon? Is de wereld dan ook zo gewoon? Nee, we willen niet eens. We gaan niet meer naar een normale, gewone wereld. Zo eigenlijk. We zitten nu ook niet meer in een gewone wereld. Ja, zou kunnen, maar dat kan helemaal anders worden. Ja. Ik ben benieuwd naar je volgende punt. Ja, laten we verder gaan. Want dan... Oh ja, en ik vind het allemaal prachtig elke keer, maar dat komt vooral omdat ik daar in geïnvesteerd heb. Althans in de native token, zoals ze dat zelf noemen, XRP. Maar er zijn dus meer interessante crypto's die een rol gaan spelen in het nieuwe quantum financiële systeem. Als wij de vorige sheet, geloven. Volgende graag. Ja. Ripple is, jij zei het van Ripple, die zorgt ervoor dat banken onderling heel veel geld en zo, dat die transacties kunnen doen. Echter, dat is de eerste grote user case van Ripple. Ripple zal met meerdere user cases gaan komen. Dus die willen straks ook allemaal financiële instrumenten. Is Ripple bouwt het ecosysteem voor XRP. En we zagen voor het ecosysteem op de vorige sheet al even langskomen. Maar zijn we wel bewust gekozen voor de banken als eerste user case. Cross-border payments. Dus dat voorbeeld van dat nichtje in Suriname die ik 100 euro wil sturen. In de nieuwe wereld straks, als we aan de andere kant staan van de Great Reset. Op het moment dat ik dan mijn digitale euro's naar dat nichtje wil sturen, dan zijn ze er in een split second. En dan heeft zij 99,99999, want de transacties zullen nagenoeg gratis zijn. Wat zien wij hier? Wij zien, ik heb eventjes gewoon een sheet genomen met een aantal partnerships van Ripple. En er zijn er nog veel meer. Ik geloof dat zij inmiddels rond de 750 partnerships hebben met allemaal ontzettend grote bedrijven en met name financiële instituties, de banken, de centrale banken, maar ook met Amazon, zoals met Facebook schijnen er nog weer bepaalde linken te zijn, de IMF, de Bank of International Settlement, de Europese Centrale Bank en zelfs met het Witte Huis zijn er heel veel ties, je wilt zeggen. Ja, ik hoor al die namen en je zegt ik wil Ripple, ik ben helemaal fan van Ripple. Nou, dat niet. Oh, oké. Okay. Dan denk ik, zit je het nou te promoten op het nieuwe systeem? Of, het is eigenlijk, dat komt een beetje door de zoektocht. Het was eigenlijk dat ik heel erg begon te geloven in Ripple. Dat ik pas eigenlijk onlangs ook zie van, hey, maar wacht even, dit heeft dus ook te maken met het quantum financiële systeem. En tegelijkertijd ook steeds meer begint te beseffen van, hey, maar daar zitten ook wel heel veel maren aan, die helemaal niet gepaard gaan met, goed samengaan met mijn ideologie. Of wat voor mij echt goed voelt. Maar wat ik wel een hele grote nuance vind, is, stel je voor, hè. Ik zou het zeker niet doen, maar stel je voor, je zou investeren in XRP. Dan is het niet, mijn inziens niet per se zo dat je daarmee dit echt support en helpt. Sterker nog, ze willen de retailers uit de markt hebben. Dus ik zie het meer, mijn visie is meer dat ik het zie als eigenlijk meeliften over de rug van de duivel, om maar zo te zeggen. Dus ik denk daar wel over na. Ja, dat voelt voor mij niet goed. Nee? Ik wil dit namelijk nog even zeggen. Ik zit hier even met een gevoel van... Ik ben ook helemaal in de techniek, maar ik zit juist met mijn twijfel van... Ja. Kan ik niet beter gewoon goud, zilver, dat heeft vaste waarde. Ja. Wat als de stroom uitvalt, al die shit. Dat voelt absoluut niet goed om daarin te gaan investeren, zeg maar. Oké, nou, dan moet je dat zeker niet doen. Daarom wil ik vragen, ben je dat aan het... Ongeacht of je nou iets wel of niet
daar gaat het. Nee, ik maar, wil, nee. Om, maar als ik inderdaad, ik zie dit ook, ik kom zelf ook uit de financiële wereld, ben dus ook uitgeschrapt, maar als je dit nu kijkt, en eigenlijk kijkt wat deze bedrijven, nou, allemaal eigenlijk de mens, hè, ja, dan heb je het over de levende mens, eigenlijk ons heeft aangedaan en wat ze eigenlijk aan het doen zijn, ook met onze aarde en natuurlijk het hele financiële systeem. Ja, dan moet je je inderdaad wel afvragen of het heel erg ethisch is om nou te gaan zeggen van goh, hè, hoe Bitcoin ooit begonnen is, was het natuurlijk inderdaad voor de mensen, juist om dit. Ja, alleen de privacy, ja, hè, want dat is natuurlijk gewoon echt, ja, ik vind het echt een ding. Wij merkten al. Digitale munt, hè, ik weet niet of je weet hoe het in China gaat op het moment, met het puntsysteem. En als jij zometeen een digitaal rekeningetje krijgt, en jullie zitten allemaal te investeren en honderdduizenden euro's gaan daarin. Ik noem maar iets, je zet de stroom uit. Ja. Hè? Wat heb je dan aan je crypto? Ja. En dus komt de stroom weer aan en is je rekening leeg. Oh ja, sorry, foutje. Oh, zo zie je. Ja. Nee, ja, ik persoonlijk, als ik zie hoe het hele. Je hebt geen kwantumfinancieel systeem zonder elektriciteit. Ja. Dat is het eerste wat mij te binnen schiet. Ja. Het tweede is, ik ga nogmaals zeggen, ik sta hier niet om financieel advies te geven. Ik sta omdat ik op een soort journey ben gekomen. En dit is wat ik tegenkom. Ja. Ethisch of niet ethisch. Ik maak er mijn eigen afweging in, je hebt het net gedeeld. Ja. Doe vooral wat voor jezelf goed voelt. Op het moment, Ripple gaat waarschijnlijk ook binnenkort IPO. Dat betekent dat ze de aandelen met aandelen gaan komen op de aandelenmarkt. Als je daarin investeert, dan ben je dus aan het supporten eigenlijk om dat ecosysteem verder uit te bouwen. Als je dan, als ik dat zou doen, ik zou mezelf dan dezelfde ethische vraag stellen, zou ik tot een ander antwoord komen. Nou ja, Kees, maar je moet ook dingen van, een stukje van je huis verkopen. Dat is precies wat ze willen. Ja. Je hebt geen bezit. Nee, je hebt hem door. Iedereen kent het wel. Ja. Ik denk dus ook weer. Ja, langzaam maar zeker. Oh, ik heb weer geen geld. Nou, doe maar een stukje van huis. Ja. Of niet? Ja. Ja, dat vind ik wel niet, maar ik heb wel lekker toch? Nee. Dan zit je toch weer in de schulden. Nee, Nee, inderdaad. En wat je zegt, dat bedoel ik, die twee waarheden bestaan naast elkaar. En het is maar net waar. Ja, nou, ik zou zeggen, laten we gewoon weer vaste waardes inderdaad. En misschien. Als ik hoor over tokens op goud, denk ik, nou oké, daar kan nog wat mee, maar laten we het gewoon weer zoals het was, vaste waardes. Nou, kijk, daardoor van Ripple is dus dat, je hebt dus deze hele groep van bedrijven, maar dat klinkt ontzettend oude wijn in nieuwe zakken. Dus ze lenen eigenlijk de crypto-hype een beetje, die Ripple. Om hun eigen ding mee te doen. Ze stelen eigenlijk een beetje de Bitcoin hype, als het ware. Hoe zie je dat? Nou, ik heb daar een andere theorie over. Ja, ik zit ook, weet je, het muntje kan twee kanten opvallen, maar het feit is dat deze bedrijven volgens mij al lang failliet zijn. Dus hebben die niet gewoon niet zozeer een nieuwe investering, maar een nieuwe insteek. Ook weet je, wij als mens kunnen het niet verdragen als dit allemaal in één keer omdondert. Dus waarom niet onder de ING wel het goede gaan doen? Hoezo? Ja, of triodos of dat. Ja, als daar de goede knoppetjes komen te zitten, dan kan het zomaar zijn dat die gewoon de goede knoppen gaan. Dan zou ik het geen ING noemen. Maar, nee, misschien niet. Maar ja, als alle naam gaat veranderen, dan wordt bij de wereld wat niet behalve wij. Ik wil toch even gezegd hebben, ook over Bitcoin, want ik ben al vanaf 2013 was ik geïnvesteerd in Bitcoin, ik heb ook Bitcoins gemined en ik geloofde, ik ging ook heel goed op die ideologie van oude systeem weg, terug munt van het volk, als iedereen het doet wordt ook nog eens een keer veel waard en we zijn vrij. Maar er zijn een aantal feiten ook rondom Bitcoin en dat is één, het is gewoon gebruikt verschrikkelijk voor elektriciteit. Twee, het is een hele oude, langzame technologie. Drie, niemand weet wie Bitcoin op de markt heeft gebracht. En diezelfde entiteit bezit ongeveer 1 miljoen bitcoins.
En er zijn ook theorieën, en ik begin ze steeds meer te geloven, dat Bitcoin geïnitieerd is door de elite om ons allemaal af te leiden, omdat wij willen dat allemaal. Nee, maar kijk, maar ik zeg dat zo is. Kijk, is een theorie. Maar dat is dus de hele discussie. Bitcoin is niet de enige cryptocurrency die. Iedereen zegt van ja, Bitcoin kan het niet, dus dan gaan we maar Ripple doen. Maar er zijn een heleboel andere. Nee, dat vind ik echt een aanname. Nee, maar kijk, dus de Ripple heeft als voordeel dat het heeft een hoge transactiesnelheid. Dat wil je gewoon hebben. Ja. Maar het is helemaal niet gedecentraliseerd. Dus, nee, dat punt heb je net gemaakt. Ja, en die heb ik luid en duidelijk gehoord. Over het rug van de duivel. Dit wordt ook niet gepromoot, dit hoor je en zie je niks van. Terwijl Bitcoin is overal en er wordt mee geschreeuwd en gedaan. Ja, maar ik vind de technologie wel goed hoor. Daar, de Bitcoin ook, maar. Nee, vind ik geen goede technologie, man. Huh? Vind je het goede technologie, Bitcoin? Nou, gewoon het idee erachter, weet je. Ja, ja. In een ideale wereld waar al die crypto's niet meer bestaan, dan zou het misschien mooi zijn. Dat is echt een. Ja. Maar om nog even terug te brengen, hoe zeg je dat? Ja, de waarheid geeft gewoon een gives a fuck about opinions. Dit is wat er op ons afkomt. En wat we ervan vinden, dat is, dat is echt wel tof om over te hebben. Maar, ja, maar wij kunnen ook creëren. We kunnen er wat van vinden, maar we kunnen ook wat zelf creëren. Ja. Niet afhankelijk zijn van die grote jongens allemaal. Ja. Ja, ik hoor je. Wat is nou de relatie tussen het bedrijf Ripple en ING bijvoorbeeld? Goeie. Wat is dan de relatie tussen Ripple en al die financiële instituties die er staan, die banken? Zijn daar belangen of zo? Willen ze een deel van de transactie claimen? Nou, ze gaan allemaal mee op dat netwerk. En in de eerste kant van het verhaal zei je, die banken die zijn ouderwets, die doen helemaal niet mee. En nu kom ik met een plaatje met waar al die banken in zitten. Ik zei dat, volgens mij zei ik dat ze een andere rol krijgen. Ja, die gaan mee in dat Ripple systeem. Volgens mij, dat is mijn interpretatie. Mijn interpretatie is dat Ripple met al deze banken, dat platform aan het rollen is. Dus dat Ripple al zover is dat al die banken zijn aangesloten op een nieuw systeem. Of dat wat voor Ripple, dat is mijn interpretatie van al die banken, dat er een soort nieuw geldsysteem wordt op het Ripple platform. En dat al die grote banken daar al aangesloten zijn. Dat is mijn idee van de samenwerking. Dan wordt Ripple eigenlijk een nieuwe bank en die banken worden weer onderdeel van. Dus, ik heb speculaties gehoord. Ja, dat klopt. Dat klopt wel wat je zegt. Ripple is een bedrijf die organiseert dat het XRP-platform bij al die banken is neergezet. En dus ik denk, zoals die meneer daar binnen zegt, dat het inderdaad een platform is waar wij niet volledig controle over hebben. Niet, hè, want het bouwt Ripple en daar weet je daar niet alles van. Dat gebeurt aan de achterkant. En er zit een hele hoop schaduw wat wij niet kunnen zien. Dat is mijn interpretatie ervan. En of het goed of slecht is, weet ik niet. BIS staat hier rechtsboven in. En als je het verhaal van Ronald Bernard hebt gehoord, dan weet je dus dat is geen echt betrouwbare bank of zo. Nee. Dus zullen die zo'n systeem opzetten die dit Ripple ondersteunt? En dat heel erg betrouwbaar is, wat nog niet gedecentraliseerd is, wat Ripple helemaal zelf onder controle heeft? Nee, dat denk ik niet. Dus hoe ver is het betrouwbaar, zeg maar? Hoe ver zou je dat moeten vertrouwen, wat er gebeurt dan? Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Het is ook een open vraag en een beetje suggestief. Maak een vraag even scherp, dan help je mij ook. Ja, nou, kijk. Het hele punt is dat Ripple heeft in feite de macht in het hele systeem van Ripple. Hoe kunnen we daar ook zeggen? Ik zie dat niet helemaal zo, maar ervan uitgaande dat jij daar gelijk in hebt. Ripple heeft de macht. Ja, dus dan kan je ook al vragen van, bedenk eens een heel systeem waar inderdaad een heleboel bedrijven meedoet. En iedereen daarvan afhankelijk wordt, maar
hoeverre moet je dat weer gaan vertrouwen? En dat dat iets anders is dan wat het nu werkt. Dat is ook helemaal, dat zijn jezelf. Dat is, vertrouwen. Ja, ik kan niks te zeggen over hoe jullie of jij omgaat met vertrouwen. Ik probeer het meer te zien als een gegeven. Dit zijn de dingen die ik tegenkom. En we kunnen er heel veel van vinden. En dat mag ook. Maar ik kan daar geen vragen op beantwoorden. Over hoe betrouwbaar dat is. Of hoe ethisch dat is. Zijn er eigenlijk wel betrouwbare of ethische... Ja, ja, ja. En tot nu toe ben ik heel dankbaar. Maar zijn er eigenlijk wel. Heb je een beeld? Jij bent bezig geweest. Heb jij een beeld van, hoe voel ik me best wel wat prettig bij? Het is niet zo eng oud. Oh, zo. Ja. Nou, ik heb het dus al lang gehad bij Bitcoin. Ja. En Ethereum, hoe sta je daarin? Het is ook proof of work. En dat betekent dat het dus ook gepaard gaat met hele hoge energieconsumptie. En mijn optiek is dat is Bitcoin, Ethereum is allemaal eerste generatie cryptocurrencies. En de cryptocurrencies die op proof of work draaien, ik denk dat binnenkort de hamer erop gaat. En dat er een hele hoge belasting betaald moet worden voor dit soort crypto's. Waardoor ook dat het einde zou kunnen betekenen van een aantal crypto's. Waaronder misschien wel deze twee. Al zijn die zo groot en bekend dat het nog wel, dat die zullen nog wel even blijven ook. Maar ik heb toch wel wat ideeën bij. En heb je het ook niet dat je jouw presentatie afmaakt? Ja. En daarna ja. Ga je vragen zijn. Ja, dat is goed. Dat jij gewoon even dit doet en dan naar ons doen? Ja, dat is goed. Wel leuk om te zien dat het zoveel oproept en dat er zoveel ICT-runs midden. Nou, je komt uit de financiële sector, begrijp ik. Voorheen, toch? Ja. Ja? Oh, dat schaam je dan voor, of niet? Weet je wel. Ja, ik zag het aan je. Ik heb een beetje een vraag gegeven. Ik ben hier voor het eerst, maar toch even een soort indicatie hoe lang zijn die eronder. Ik was morgen ging mijn werk al om 6. Oh, zo. We kunnen twee dingen doen. Of we kunnen even tempo erin houden. En dan gaan we daarna vragen beantwoorden. Iedereen die lekker naar huis gaat, die gaat gewoon lekker naar huis. Of we kunnen even pauze houden. Nee, voor mij mag je door, maar ik vind het super interessant. Oké, dan ga ik gauw door. Ja. Dankjewel. Nou, die hebben net er heel veel woorden zelf gemaakt. Ja, volgens mij ook. Maar let eventjes op deze notes en zo. In ieder geval op die afbeelding, daar komt straks iets over terug. Volgende alsjeblieft. Waarom XRP? Nou ja, jij noemde het net al, Peter, het is snel. Het is ook goedkoop. Het kost echt een fractie van een XRP om dat te versturen. Het is schaalbaar, dus er kunnen heel veel transacties tegelijkertijd plaatsvinden. En het wordt ook gezien als een bridge currency. Want XRP, en ik ga straks bijval krijgen, dat voel ik. In het netwerk zit ook de Interledger protocol. En als ik het goed heb, waarborgt dat de interoperability? En dat gaat over de uitwisselbaarheid, om het om te kunnen wisselen. Lang verhaal kort, ik ga proberen even helder te maken. We zagen net eventjes dat in het nieuwe quantum financiële systeem alles getokeniseerd wordt. Dan krijg je ook kleine eilandjes, kleine ecosysteempjes. En die draaien dan op een ledger. Denk bijvoorbeeld aan... ik gebruik het laatste voorbeeld, bijvoorbeeld de Airmas. Airmas hebben dan een eigen ledger en dan kun je Airmas voor Airmas uitwisselen, maar het is een eigen ecosysteempje. Als je wil dat diezelfde Airmas ook kunnen communiceren met dat stukje Tesla-aandeel en ook kunnen communiceren met dat stukje huizenmarkt in Londen, die kunnen niet met elkaar communiceren. Die kennen elkaars codes en protocollen niet. Die Interledger-protocol, die staat daarin centraal en die kan alle ledgers met elkaar laten communiceren. Dat is uniek. Dat is binnen het XRP-netwerk. Dat maakt ook waarom ik denk dat dit een heel erg belangrijk element gaat worden van het nieuwe economische systeem. Zijn hier... Kun je dan kunnen communiceren met andere
andere currencies? Nou, zoals ik net eigenlijk al als voorbeeld gaf, dat je dus je boodschappen wilt afrekenen, niet genoeg hebt en dus eventjes een klein stukje Tesla-aandeel verkoopt in een fractie van een seconde en je hebt weer een stukje euro. Of dat je dus een stukje van het goudcertificaat weer heel snel verkoopt. Dat zijn eigenlijk allemaal ja, walled gardens, dus tuinen met muren eromheen. En die lezen elkaars code niet. Die begrijpen elkaar niet. Met die intellectual protocol kan dat allemaal met elkaar communiceren. En dus ook instant met elkaar uitwisselen. En dat is volgens mij vrij revolutionair. Maar dat gebeurt ook direct en het kost niets. ILP, intellectual protocol. Mag ik even een rare vraag stellen? Ja. Ze doen nooit iets voor niks. Ja. Dus wat betekenen al die streepjes en dingetjes? Eigenlijk is het een beetje misleidend dat ik net ook een afbeelding had met allemaal munten. Want ja, dit is natuurlijk allemaal helemaal niet fysiek. Het is allemaal digitaal. Hetzelfde geldt ook voor deze munt. Die is er niet in fysieke vorm. En als die er wel is, dan is het gewoon voor de lol en leuk. Maar toch. Ja, ik ben heel paranoia. Nee, dat geeft niet. Een printplaat. Oh, zo dat is een printplaat uit een oude computer. Of een oude computer. Ja. Niet een oude, kan ook een nieuwe computer zijn, maar uit een computer. Moederbord. Oké. Als je moederbord bekijkt, ziet dat er ook een beetje zo uit. Dus, maar het zou één. Je kan heel goed in dat symbolen nog opzoeken. Je zou meer, denk ik, wat kunnen met die twee gelopen lijnen. Maar goed, oké, ga verder. Ja. Nou kunnen, zijn er nog meer vragen trouwens over, nou dat is oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we verder. CBDC, wie weet wat dat betekent? Je hoort de term tegenwoordig ook gewoon mainstream langskomen, hè? Ook op nu.nl of zo, niet dat ik daar nog veel te zoeken heb, maar het staat voor Central Bank Digital Currencies. Ja. Dit is niet iets wat ik bedacht heb, dit zijn echt feiten. Het is feitelijk zo dat alle niet alle, maar er zijn heel veel landen die allemaal hun valuta, hun currency nu aan het digitaliseren zijn. En dat zijn dus ook eigenlijk allemaal walled gardens. Hè? Dus we zien hier een dollar, we zien daar een euro. De yen en de dollar. En dit communiceert niet met dat. En voorheen hadden we Swift in het midden, een heel klompje oud systeem, maar straks er zit daar bijvoorbeeld een intellectual protocol in het midden, die onderling die transacties kan doen. En ik zei net eigenlijk al van, straks hebben we ook nog steeds wel euro's. En dat zijn digitale euro's, en dat zijn dan niet per se de eentjes, maar dat zijn daadwerkelijk eenheden die je dan dus hebt. En dat zijn dus eigenlijk CBDC's. Die zijn er al. Dit is geen toekomstmuziek, dit is echt het hier en nu. Je bedoelt dat niet alles met elkaar verbonden is, alleen maar via bepaalde wegen. Begrijp ik het nou goed of niet? Goeie vraag. Als ik nu ervaring heb met crypto's en dat je soms kan je de een niet via de ander wisselen, maar dan moet je via die naar die. Ja, dan heb je een pair nodig. Dan heb je de juiste pairs ook weer nodig. Wacht even, Nick, ik mag even je vraag beantwoorden. Je zei, het is er al. En toen was mijn vraag, heeft het dan daarmee te maken? Maar nee, wat ik daarmee bedoel, is dat die verschillende landen waarvan je deze valuta ziet, die hebben al deze CBDC's allemaal al geïnitieerd en die blockchains zijn allemaal klaar. En het bedrijf Ripple heeft ze daarbij geholpen. Ja, maar hier komen we eigenlijk op het stukje waar jij het net over had. Over dat er dus ook een aantal commodities zijn die een aantal van die tokens binnen het kwantumfinanciële systeem zouden gaan backen met bijvoorbeeld goud, zilver, koper, palladium. Dit is speculatie, zeg het er ook even bij, disclaimer. Ik weet dat niet zeker. Ik heb het wel vanuit verschillende hoeken gehoord. Het is een zekere waarschijnlijkheid, maar het is absoluut niet zeker. Ik heb dus aan een mogelijke price set. Er zijn veel theorieën die zeggen dat
zodra we overgaan op dat kwantumfinanciële systeem, dan zullen die crypto's die daar een rol in spelen, die zullen veel meer waard moeten zijn om veel meer waarde te kunnen te transporteren. Als een XRP 10 cent waard is, dan heb ik 10 stuks nodig om 1 euro. Klopt dat niet? Nee, want de waarde van XRP heeft niets te maken met hoeveel geld er heen en weer gaat tussen van de bank. Het is ook wel een misvatting. Nee, wacht even, ik ga je onderbreken. Peter, als ik jou nu. De prijs is nu, laten we zeggen, 1,50 euro voor één zo'n ding. En ik wil jou 15 euro sturen. Dan heb ik 10 van die dingen nodig, toch? Ja, maar de XRP waarde. Ja, oké, als je dat in XRP zou doen, maar die XRP is een. Ja, maar daar hebben we het over nu. Ja, oké, als je dat in XRP zou doen, maar okay. Zo gebeurt dat bij banken nu niet. Als zij de Ripple, of het hele Ripple-netwerk, dus eigenlijk, XRP is een soort token die er eigenlijk niets heeft te maken met hoeveel geld er heen en weer gaat tussen de banken zelf. Ik zie dat anders. Maar dan gaan we die discussie gaan we nu niet voeren. Maar dan moeten we maar een keer andere keer over gaan. Ja, dat kan. Maar hoe meer waarde er in een ecosysteem zit, hoe meer die tokens waard worden. En ook nodig, ze moeten meer waard zijn, anders kunnen ze die waarde niet dragen. Ja, maar dat gebeurt niet via Ripple. Dat doen we. Ja, oké, dat is allemaal leuk en aardig. Maar voor de duidelijkheid, wat ik probeer te zeggen is dat ik hoor dat er veel speculatie is over een mogelijke price set. Dat er een moment komt waarbij er gezegd wordt van, nu zijn we over op het kwantumfinanciële systeem. Wij kiezen ervoor goud, 1 troy ounce is nu bijvoorbeeld 1 bitcoin waard, bij wijze van spreken. En zilver wordt gebackt aan Stellar, een van de andere tokens die we net zagen in die ISO-standaard. En we maken Algorand, weer een andere token die we zagen, die is vanaf nu $500 waard en dat wordt ook de ondergrens. Dus dat het gepaard kan gaan met die credit reset, dat dus bepaalde elementen van het kwantumfinanciële systeem in één keer een bepaalde waarde krijgen die bepaald wordt, zonder de marktwerking. Dat was het punt. Dat vind ik een hele goede vraag. Ik weet niet wie dat bepalen, maar volgens mij zou dat wel eens gepaard kunnen gaan met zo'n soort Bretton Woods moment. Waarbij hele belangrijke mensen hele belangrijke keuzes maken over onze economie. Maar dat doen ze dan omdat die niet zo fluctueert of zo, is dat een beetje? Dat die meer stabiel is? Is dat dan het idee daarvan? Dat denk ik wel, omdat. Ik ga nu bij spreken. Ja, de volatiliteit is enorm. Ik hoor ook dat Ripple of XRP gezien wordt als bijvoorbeeld een potentiële stablecoin. Nou, wat dus insinueert dat het stabiel is, maar dat is het niet. Dus dat bevestigt de hele theorie dat er mogelijk een price set aan zou komen. Maar dit is nogmaals, dit is speculatie, dat weet ik niet zeker. Maar ik wil het wel even benoemd hebben. Edele metalen, goud, zilver, follow the money. Wat wel erg opvallend is dat de grote machten in de wereld, dus de grote landen, ook Rusland en China, hebben de afgelopen jaren verschrikkelijk veel goud gekocht. Die hebben allemaal heel veel goud naar zich toe getrokken. Dus dat is wel heel opvallend. Dat vond ik opvallend. Dus dat wou ik even delen. Ook een hele leuke, interessante, dus gewoon een beetje. Ik weet niet wat het betekent, maar ik woon in Soesterberg. Ja. En het is heel bijzonder dat Nederland de goudvoorraad van de Nederlandse bank verhuist naar Soesterberg. Ja. Ook heel bijzonder. Ja. En ik denk, dus weet het gewoon niet. In de kelder. Ja. Ja. Dat was ook heel heftig. Dus het is heel goud en goud uit alle andere landen waar ze in opslag hadden. Iedereen is terug naar huis gehaald. Ja. Ze vertrouwen elkaar niet meer of ze willen alles bij zichzelf hebben. In ieder geval voor de veiligheid. Ja. Maar niemand heeft zich goud weer ergens anders in opslag. Ja, we hebben nog steeds 50% ergens in de Verenigde volgens mij. Maar ze hebben dan een deel teruggehaald. Er wordt er niet heel aan. Ja, ik weet het niet. Ja, maar dat is even leuk. Ja. Sorry. Ja. Sorry. Ja, zij zei van, ik weet niet zeker waarom. Ik denk omdat daar niet weer bunker is. Ja, nee, we zijn
Het is natuurlijk heel interessant van goh, wat zou er nog verder achter kunnen liggen dan alleen maar ja, dat. Maar ik denk nu de capaciteit van de precies. Ik weet het niet met deze man. Ik dacht eerst van altijd tof en allemaal elektrische auto's. En later dacht ik, het is wel apart dat je nu ook in de medische wereld en nu in de ruimtevaart bezig bent. En, maar laten we niet vergeten, deze man is wel een payments guy. Want die is ook van PayPal. Hij is medeoprichter van PayPal. En mensen die vergeten dat vaak. En er was in 2015 was het idee om te beginnen met PayPal Galactic. En daarna heeft nooit meer iemand iets gehoord van het hele project. En diezelfde Elon Musk loopt alle retailers in Dogecoin toe te leiden en dat te hypen. En Bitcoin. Terwijl hij ook allemaal banden heeft met mensen van bijvoorbeeld Stellar. En het woord Stellar is ook een beetje van constellatie. En dus dat is wel interessant, dat ruimtevaart gebeurt. Dus ik verwees net al even naar die streepjes. En hier zie je ze, want hij heeft ook nog eens een keer Starlink. Ja, hoe die doet hij het, maar hij heeft echt een heel goede ondernemer. Maar die, waarom wijs ik dat aan? Er zijn theorieën. En ik geloof dat het zo is, maar jullie moeten het voor zichzelf bedenken. Die Starlink, die satellieten, het enige wat er ons verteld wordt is van, ja, dat is 5G. Het is een werelddekking, 5G. Dat is natuurlijk al heel erg gunstig ook om die inclusiviteit te waarborgen. Dus dat iedereen ter wereld die ook maar een smartphone op zijn zak heeft, waar die ook is, heeft een internetverbinding. En kan dus die transactie doen. Ook als je een houtsnijwerkje in de jungle wilt kopen, dan kan je nog steeds die transactie doen. Ondanks dat de zendmasten heel ver weg zijn. Maar er is ook sprake van, en ik weet dus niet of het zo is, dat die validatie nodes waar wij het net over hadden, Peter, op die satellieten geïntegreerd zijn. En dat deze satellieten dus een heel gedecentraliseerd aspect van dat nieuwe quantum financiële systeem moeten waarborgen. Er zijn ook wel heel veel satellieten. En tegelijkertijd in de afbeelding, we zagen de afbeelding van Ripple, we zien hem nu hier. We zien SpaceX, XLM, XRP. Maar er zijn zat conspiraties over. Ik heb hem gewoon even aangetipt. Dus zijn hier vragen over onze grote vriend? Ik heb wel een toevoeging. Ja, goed. Dus als je probeert G's, dus 5G, weet je wel, dat meer satellieten. Hoe zeg maar, dus als je van 4G naar 5G gaat, dan gaan er ook nog meer satellieten op de boven in de ruimte. Nee. Nee, 5G is een nieuwe technologie die eigenlijk niet eens zo heel veel te maken heeft met 2G, 3G, 4G. Het zijn ook bepaalde frequenties en het is een andere technologie. En het heeft verder niet zoveel te maken met hoeveel van die satellieten er in de lucht hangen. Het is weer een nieuwe standaard waarop onze nieuwe telefoontjes straks gaan werken als we die nog willen. Er staan al heel veel 5G zendmasten. En het zal er ook voor zorgen dat die Internet of Things, wanneer al die apparaten met elkaar moeten communiceren, moet allemaal heel snel gebeuren. Zelfrijdende auto's, gaat over een stuk veiligheid, moet allemaal snel met elkaar kunnen communiceren. Vandaar 5G, een veel snellere standaard. Met naar mijn idee hele grote gezondheidsrisico's, maar dat is een ander verhaal. Ja, je kan machines op laten rijden, besturen eigenlijk, of landbouwmachines en dergelijke. Dat kan ook, ja. De mogelijkheden zijn je groot. Je laptop kun je gewoon je landje kloppen. Ja, ja, ja. Goed, die X die zie ik ook in dat handje die marionet vasthoudt. Precies. Dat ben je er mee gekwijt. Had ik ook al gezien. Waar? Van de Godfather. Maar dat hoort daarbij. Oh ja. Van veel speel. Oh, dat heb ik niet gezien. Dat heeft ook iets met controle te maken of zo. Dat is mijn
Ja. Die iets. Maar ja, is natuurlijk een verbastering van de Godfather, dat is die grote maffiabaas. Ja, nee, dat begrijp ik zeker. Ik denk dat de meeste mensen deze dit wel herkennen inderdaad. Is maar het een grapje of zo? Ja, het is een grapje. Het is een grapje. Want dit is natuurlijk de Godfather, maar die letters zijn omgedraaid en dan heb je de Dogfather. Het is niet zijn officiële kenmerk. Nee. Maar nog heel even, wat ik nog heel veel wil zeggen, wat ik dus heel frappant vind, is dat hij houdt zich bezig met dit Solar City, nou Tesla, allemaal milieu, alles moet energiezuinig. Maar dan ga je wel Bitcoin promoten, wat natuurlijk een gigantische energieconsumptie heeft. Rara, wat klopt er niet? Maar Tesla is ook niet zo Dat klopt. Dus het was Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar de ideologie en hoe het zich presenteert is natuurlijk wel. Maar dat klopt, dat je gelijk in de elektrische auto's staan. Financieel interessant. Oké, gaan we naar de volgende. We zijn trouwens bijna klaar, dus. Oh ja. Heel vaak. Jullie kennen de term bijvoorbeeld Build Back Better wel, denk ik, hè? Dat hoor je vaak langskomen. Dus dat is een term die wel door allerlei elite en politici genoemd wordt. Maar niemand besteedt er echt heel veel aandacht aan en het gaat de ene oor in het andere uit. Maar onderling heeft dat heel veel betekenis. En een term die ook veel langskomt, of langsgekomen is, die het ook wel verdient om even bij stil te staan, is de vrees eigenlijk. De level playing field. En wat wordt er bedoeld met level playing field? Dat kan je zien als bijvoorbeeld er is geen world reserve currency die door één land gedomineerd wordt. Alles is gelijk met het nieuwe quantum financiële systeem. Alles en iedereen kan participeren. Eerlijke handel. En op die manier wordt die term gebruikt. Ik heb een hele kleine compilatie. Klaargezet. Ik ga even kijken of die kan afspelen. Dan ga ik heel even hier langs. De laatste keer dat ik een PowerPoint gemaakt heb, is heel erg lang geleden. Ja, die hebben ze. 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 Ja, die hebben ze
much sooner than a lot of people understand or think. We will be all at a level playing field, because that's the only way it's fair. That's the only way that you can fairly compete in trade and other things. And we will be on that field, and we will all be working very hard to do great for our country. As we do so, we're overhauling that core payment system, RTGS, so that private innovation can flourish. And by bringing crypto assets onto a level regulatory playing field, we can help catalyze a more resilient, effective... Weet jullie wie dit is? Mark. Wat is Mark? McCartney. McCartney van Bank of England. Grote jongen. Innovative payment system. Okay. The issue of the contribution of trade to growth, the issue of promoting level playing field in international trade was mentioned, no? So I mean, it depends how it's, is the glass half full, half empty. That a Federal Reserve real time. That was the Bank of International Settlement, the, what is that, leider, baas, voorzitter. Dit is, in Amerika, ik weet eventjes niet meer hoe dat heet, bij een soort jaarlijkse conferentie waar ze ook allemaal nadenken over de economie. Niet op World Economic Forum, maar dan Amerika. Tel payment service would increase competition and decrease concentration and provide a neutral platform for innovation. And how it can be done in the most efficient, fair and global way as possible. And that implies clearly a level playing field, no use of distortive measures, and no protectionist measures going forward. No, this is intended to be a level playing field. Whether you're MoneyGram or you're a bank or you're an online or you're PayPal, this is intended to be a level playing field. And again, that means reducing barriers to entry for new firms and reforming competition frameworks to ensure a level playing field in all sectors of the economy, whether traditional ones or new technologies. There has to be a level playing field, both for... It's the CEO for Ripple. From the new entrants as well as legacy entrants. And I think that's really, that I think is a fair playing field for everyone to play within. It's like, why would we want this internet of that? It's the CTO from Ripple. Die is de evenwaardige technische mannen die... you that puts everything on a level playing field. And there's a couple reasons. So one of them is we think we can win on a level playing field. XRP is faster and cheaper and perfectly positioned for the use case. And I think the other reason is almost more important, that this is not a winner take all. I don't think anybody thinks there's going to be one asset that's going to take over the world. There's going to be lots and lots of assets, and all of those assets are more valuable if they can interoperate. I'm getting bad. Wat vonden jullie ervan, van die level playing field? Als ik een beetje weet wat er mee gebeurd wordt, dan zou ik het doen. Maar ik kan nog niet goed duiden. Nee? Nee. Dus help me dan een beetje. Ja. Ik kan niet goed als beeldback. Wat wil je zeggen, Peter? Ja, ik zou wel wat doen ze mee, ik heb geen idee. Nee? We bedoelen ze dan wat jij uitlegde van dat je straks allemaal die tokens hebt, maar hun hebben dan het systeem waardoor dat allemaal met elkaar kan traden, zeg maar. Dat denk ik. Dus voor dingen die allemaal best wel bijvoorbeeld duister zijn en allemaal helemaal niet leuk, weten ze het zo in te pakken dat het voor ons in eerste instantie dat we niet in de weerstand schieten, maar ook dat we denken, oh, dat is eigenlijk hartstikke goed. Ja.
Want iedereen heeft de kans, zeg maar, om in dat playing field. Ja, level playing field, het is eerlijk. Nou, dat resoneert wel. Dus, Window dressing. Oh ja, dankjewel. Window dressing. Dat is inderdaad de term die daarbij gebruikt wordt. Of die je daarvoor kan gebruiken. Nou, volgens mij zijn we bijna klaar. De flipside heb ik het even genoemd. Nou, daar hebben we volgens mij net al een paar keer een beetje over gehad. Ik heb zelf even goed ook nagedacht en gevoeld van Jezus, hoe kan dit nou ook allemaal op een verkeerde manier gebruikt worden? En ergens is het volgens mij ook programmeerbaar geld waar we naartoe gaan. En ik zat daar een beetje over te fantaseren en toen dacht ik van, stel je nou voor dat ze willen natuurlijk ook naar een universeel basisinkomen. Hè? Dus onze businesses worden allemaal een beetje gesloopt. En dan krijgen we nu al geld van de overheid, hè, stimulus en je tozo of je tonk of noem maar op. En er wordt straks een universeel basisinkomen. En dan zeggen zij bijvoorbeeld van, goh Ruud, jij krijgt voor de maand juni krijg jij 2000 digitale euro's. Maar die zijn alleen in juni geldig. En dan is het straks juli en dan zijn ze weg. Of er wordt bijvoorbeeld gezegd van, goh Ruud, je bent Nederlands staatsburger. Dus jij kan jouw tokens alleen maar uitgeven binnen de grenzen van Nederland. Dus natuurlijk, ja, kan ik de grens wel overgaan, maar dan kan ik niet betalen. Dus dat maakt, dat maar, is natuurlijk, maar is nou universeel basisinkomen het probleem of de controle? Die, want dat vind ik altijd een beetje het gekke. Het wordt als heel negatief neergezet, universeel basisinkomen. Maar het gaat vooral om de voorwaarden die horen bij je. Als het wat is een universeel basisinkomen? Want nou ja, goed, maar dan gaan we te ver. Want als je kijkt naar de trust, dat is ons eigen geld. Ja. Dus we krijgen gewoon geld uit ons eigen potje en dat noemen ze dan basisinkomen. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk over de voorwaarden. Ja, en wederom is het weer individueel. Wat universeel basisinkomen bij mij oproept, dat is negatief. Want die dat is eigenlijk al gek. Waarom? Je krijgt een negatieve gedachte. Volgens mij, ik vind het gewoon positief eigenlijk. Maar het komt omdat het geassocieerd wordt met allerlei voorwaarden. Maar als je nou alle voorwaarden weghaalt, dan is het gewoon heel positief. En wie haalt die voorwaarden weg? Nou, waarom zou je voorwaarden aan moeten verbinden dan? Nee, dat mensen het zelf moeten doen. Ja. Ik heb niet het gevoel dat wij daar zelf heel veel controle op hebben. Dus ik denk dat je het gewoon los moet zien. Universeel basiskomen en de voorwaarden die erbij horen. Want dat zijn twee heel verschillende dingen. En het wordt negatief als je de voorwaarden heel slecht maakt. Zeg maar. Er is wel een andere manier om dat in te delen. In deze context. Waarin we denken. Is het zoals het is. Maar dat kwam omdat in de eerste slide was de controle stond daar. En die controle die wordt met aangekoppeld aan die universeel basisinkomen. En dat. Ja, maar je moet, natuurlijk zijn er alle twee eigenlijk hetzelfde met de Sustainable Development Goals. Ik bedoel, die kan je heel mooi in een kleur neerzetten. En dat is allemaal fantastisch. Ja. Dus ook weer dat window dressing. En dat klinkt allemaal prachtig. Maar als je eigenlijk kijkt wat ze aan het doen zijn. Ja. Dan zie je daar honderden logootjes van, net zoals. Dus maar ik denk ook dat ze dat idee van universeel basisinkomen, dat hebben ze gewoon gepakt. Het was oorspronkelijk een heel goed idee, maar hebben ze gewoon met allerlei voorwaarden content genoemd. Dat is wel, hè? Ik denk dat alles gaat op grote achter in de test. Ja, precies. Alles wat wij creëren kan voor goed en kwaad gebruiken. Ja, dat geldt ook voor de mensen die iets meer met jou eens. Ik heb er niet zo heel veel gevoel over dat er zoveel controle op komt, maar als daar een goede intentie achter zit, van we zijn allemaal gelukkig, we hoeven niet alles meer te zitten. Wat hier staat, het zijn mogelijkheden. Hè? Dit is speculatie. Ik probeer je aan het denken te zetten over de flipside van het hele kwantumfinanciële systeem. Dit zijn geen absolute waarheden. Ja, maar you all know
nothing and you will be happy is geen speculatie. Hè? Dat nee, staat gewoon in de agenda 2030. Daarom, dat is, dat is ook waar. Ja, ik denk, hoe heb ik wel staat over gehad? Ik denk niet dat hij het goed bedoelt, maar ik denk, dus je bezit niks en je bent gelukkig, zegt degene die alles bezit. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk praten. Hè? Ik denk wel waar het misgaat. Ja. Denk je niet dat er een zwarte markt komt van gewoon geld waar mensen gewoon onderling mee handelen? Maar wat is gewoon geld? Geld. Volgens mij zijn er wel al wat initiatieven, maar dat is volgens mij allemaal ook wel redelijk kleinschalig. Ja, maar ik denk dat je daar naartoe moet, naar kleinschalige systemen, dat je eigenlijk een fruit, weet ik wel, koopt bij een lokale boer. Ja. En gewoon betaalt. Ja, dat is volgens mij wat, ja, of ruilhandel. Of ruilhandel, ja, maar... Ik denk dat veel visies bij mensen binnen Stem van de Ziel daar heel goed op gaan. En ik denk dat daar ook een belangrijk element ligt van onze vrijheid. Ja, daarom. Niet alles digitaal. Ik had ook iets gehoord over de florijn bijvoorbeeld. Of een plaatselijke munt. Wel uitwisselbaar, maar het hangt er vanaf wie er aan meedoet. Ja. Je hebt de knoop, heb je ook nog in Zuid. Oké, ja. Die hebben ook een heel, daar zitten nog meerdere... Er zitten ook een paar ondernemers die daar... Ja, ja? Daar kan je ook mee betalen, zeg maar. Oh, tof. Ja. Ik woon toevallig in Zuid, dus dat vind ik leuk om te horen. Ja. Oké, cool. Nou, maar goed, als je je XRP'tjes of je tokentjes niet kan omwisselen naar knoopjes, dan wordt het natuurlijk een heel lastig verhaal. Ja, daarom... Je, en dat is dus de knop. Nou ja, kijk, je kan het... Techniek is niet verkeerd, hè? Dus als je, daar moeten we iets in creëren, en daar had ik net al een klein stukje over. Iedereen moet een, we zijn ook bezig met een clubje, met een klein kastje te maken, dat je bijvoorbeeld elkaar verbindt, zeg maar, met een kastje die in je meterkast hangt, waarin je bijvoorbeeld een onafhankelijk internet draait. Hè? Dus dan ben je nog wel afhankelijk van de stroom die je krijgt. Maar, internet draait parallel aan het huidige internet. En daarin zou je dus ook zo'n digitale munt kunnen gaan verwerken op blockchain. Kijk, en dan ben je onafhankelijk bezig en dan ben je ook decentraal bezig. Ja. Super. En dat moet je eigenlijk met een grote club doen, denk ik. Dus, ja, en wat ik zelf doe, is ik heb zilveren munten gekocht. Ja. Nou, ik heb gewoon veel zilveren munten gekocht. Waarom? Op het moment dat ik, stel je voor, ik wil daar straks misschien helemaal niet aan meedoen, omdat het misschien wel inderdaad heel erg aan die flipside zit. Ja. En je wil toch onderling vrij betalen, maar dat wil je ook nog kunnen doen buiten de mensen met wie je dat hebt afgesproken. Dan geloof ik dat goud en zilver daar een oplossing voor zouden kunnen zijn. Ja. En zilver is nog redelijk klein, of in ieder geval groot, dus kan je in stukjes delen. Met goud is dat al heel snel veel waard. Ja. Nou, als ik dan mijn tank vol kan gooien met twee zilveren munten, ja. Er zijn eigenlijk drie opties, hè. Dus je hebt de euro, die straks niet meer geen geld of niet meer waard is door de inflatie. Je hebt je bitcoin die uit kan vallen, of je crypto die uit kan vallen, dus daar kan je ook al je geld op verliezen. Maar je kan ook met je goud en je zilver, als ze volgend jaar welke crypto, koppelen dat dus niet aan de crypto en het goud wordt niks meer waard, weet je ook zo. Dus, dat is mijn grootste twijfel, dus je kan eigenlijk... Bitcoin kan ook zonder stroom. Ja, over radiogolven. Dat maakt niet uit, maar ik ben helemaal geen Bitcoin aanhanger of zo hoor, helemaal niet. Nee, maar goed, in alle drie zit er risico, weet je. Dus ja, het is ontzettend moeilijk om die keuze te maken. Ja, een beetje geld dat je hebt, zeg maar. Ja, maar misschien toch een beetje diversificeren. Meerdere paardenbedden. Ja, nou ja, precies. Maar er zijn ook een aantal keuzes die niet meerdere paarden kunnen redden. Dus, ja. Er zijn er genoeg van. Ja. Ja. Ja, Niek? Ik heb een eigen bedrijfje en ik koop wel eens ook steen in Portugal, Frankrijk en Duitsland. Ja. Hoe doe je dat dan? Als je met de florijn gaat betalen of zo, ja, het zijn allemaal kleine plaatselijke systemen. Ja. Hoe doe je dat dan in de internationale handel? Ja, goede vraag. Ja, dus
misschien moet dat ook uiteindelijk gaan samengroeien. Ja, je moet misschien een relatie. Nou, dat ze daar ook een lokaal met. Hey, laten we hem even afronden. Ja. Even kijken of er nog een sheet is. Oh ja, hier. Dit is een uitspraak die ik vaak zie langskomen. Hij is wel heel stevig, maar the greatest wealth transfer in the history of mankind. En ik wilde in ieder geval, en dat is dan niet per se financieel advies, maar wel een paar dingetjes opgeschreven. En ik dacht van, nou, dit is wel goed om even te bedenken. Ik persoonlijk denk dat het slim is als het je lukt. En als het kan, als je ze helemaal niet hebt, dan ben je heel snel klaar. Maar om geen schulden te hebben. Maar dat heeft alles te maken met mijn ideeën over bijvoorbeeld dat universele basisinkomen. Ik geloof ook dat het misschien wel eens niet handig is om te veel geld op de bank te hebben. Want zoals je net correct benoemde, van ook als de elektriciteit uitvalt, van ja, wat is crypto dan? Maar hetzelfde gaat natuurlijk ook op de bank. Ja, ja. Absoluut. Met het huidige systeem. Kan ook een research op de bank rekening komen. Ja. Ja, nou, en los daarvan, mensen vergeten het snel, maar het is gewoon niet zo lang geleden dat de mensen in Cyprus konden gewoon niet bij hun geld. Nee, precies. Het is gewoon, dat is gewoon een bittere realiteit. Dat zou gewoon kunnen. Even kijken. Ja, in juli staat hij toch? In juli. In juli staat de cyberattack. Nou ja, en dan reken uit een maandje op 3 erbij. Dus, ja. Nou, ja. Ja. Ja, dat staat er heel gepland. Ja, dit is. Ja, dat maakt mij erg kwaadend, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, iets anders, en dat heeft er niet zo heel veel mee te maken, maar ik zou zeggen, investeren in wat je de aankomende jaren nodig gaat hebben. Wij vinden het heel vanzelfsprekend dat als je iets kan betalen, dan kan je het gewoon bestellen en dan heb je het gewoon binnen een paar dagen en dan is het feest. Maar intuïtief, en als ik kijk naar het narratief, dan denk ik niet dat dat zo vrijblijvend zal blijven. Ja. Wat bedoel je dan? Nieuwe koelkasten en fruit? Nee, ik kan er ja, een voorbeeld. Ik was een voorbeeld. Ik wilde een nieuwe fiets. Ik wilde een mooie mountainbike. En nu al zie je dat bij alle fietsenzaken, die hebben allemaal distributieproblemen. Onderdelen zijn nog niet op voorraad, problemen distributie vanwege corona. Tegelijkertijd zien we in het Suezkanaal dat er een groot schip vast komt te liggen. Ook weer distributieproblemen. We zagen laatst op Ameland Texel. Ook was er weer iets met een boot, die was omgevallen, weet ik veel wat. Containers. Dat was de Albert Heijn, omdat er kaas was leeg. Omdat ze gehackt waren of zo. Nou, ja. Oké, okay. En nu onlangs Amerika heeft het met Amerika met de grootste oliepijpleiding, cyberaanval. Ja. Dus ja, dat zeg ik, die cyberaanval die van Libië, ja. Die zegt heel erg veel. Ja, nou, daar ga ik me in verdiepen, want daar wil ik echt meer over weten. Ja. Zelfde event, net zoals 201 ja. Voor de corona. Pandemie, ja. Die staat nu voor jullie voor een cyberattack. Meen je niet? Ja, dat was ook een stem van. Zou iemand mij daar een linkje van willen sturen? Het werd in de chat gegooid. Ja, maar de voedseltekorten is heel erg waanzinnig. Als je nu naar de World Food Index kijkt, die gaat echt sky high. Het slaat nergens meer op. Wat betekent dat? Nou, dat is de Food Index. Dus die gaat eigenlijk net zo. Dus die soort de inflatie op de. Dus de price index van de food. Die gaat echt. Als een debiel. Ja. Maar ook de aanvoer hebben we cyberattacks. 90% is afhankelijk van die schepen. Ja. Van de navigatie vanuit Ik ga me even terugbrengen weer naar het einde. Help ons even. Want wat zei ik nou? Investeer wat je de aankomende jaren nodig gaat hebben. Want het kan zomaar zijn dat het straks gewoon heel moeilijk aan te komen is en niet voorhanden is. Nee, het staat hier alsof het financieel advies is, maar doe ermee wat je wil. Maar misschien is het iets voor jou om een beetje te investeren in crypto's. Velen van jullie hebben dat al. En ik zou met name ook een oogje werpen op een aantal van de tokens die mogelijk onderdeel gaan uitmaken van het bankfinanciële systeem. En goud, zilver kan denk ik ook nooit kwaad om in te investeren. Dus dat is nog een. Jij wilt zeggen? Ja, de Monero, ken je? Ja, de privacy coin. Ja, heb je daar. Ik heb er nog niet gezien hoor, maar. Lijkt me een van de meest ethische
crypto's, maar... Dat zou kunnen, omdat het narratief heel erg zegt over die munt dat die juist gebruikt wordt in het criminele circuit, zoals dat eerst ook vaak geroepen werd over bitcoin. Het is een privacy coin, maar net zoals dat ik net al aangaf dat ik denk dat de wetgeving aankomt voor energieslurpende netwerken en coins. Volgens mij is dat wel het proof of work, maar afgezien daarvan dat er misschien ook een ban komt op privacy coins. Want wat typerend is aan Monero is dat het een netwerk is waarbij de transacties zo zwaar encrypted zijn dat het niet te zien is. Nee, maar, precies. Maar dan, ik ben er niet zo tegen. Hebben ze niet. Wat zeg je? Ze hebben geen controle over. Nee, exact. Exact. Ja. Dus dat weten ze niet. Zelfs dus, een telefoonsysteem. Dus maar het is wel wat je moet willen. Het is wel wat je moet willen. Ja, het is wel, nee, maar ja, het is wel wat je moet willen. Daar zitten we aan te denken. Ik denk als je een crypto kan vinden die ethisch klopt, maar dus ook nog eens een keer dus niet energieslurpend is, dat kan zijn vanwege idealen rondom milieu, maar het kan ook zijn omdat dat het mogelijk geband wordt. Ja. Dus ja, dat zou kunnen. Hoe maak je zoiets minder energieslurpend dan eigenlijk? Dus ja, dat is... Dan moet je niet proof of work gaan en er zijn een heleboel andere... Proof of consensus. Proof of work werken, maar... Proof of validation bijvoorbeeld. Oh ja. Of, consensus of is dat validation? Ja, dat is een soort hetzelfde principe. Mm-hmm. Dat werkt met voting. En dan, dan krijg je ook betrouwbaarheid door middel van of staking, dat wil ik ook zeggen. Dus dat degene die transacties doet, die heeft heel veel geld, moet die steken en raakt dan heel veel geld kwijt op het moment dat hij zeg maar zou gaan frauderen. En daar draait het hele systeem. Maar dat werkt dan niet via proof of work, is ook zo'n systeem. Proof of work wil zeggen dat je heel veel energie verbruikt om iets te valideren. En als je een fraude zou plegen, dan zou die energie die je eraan besteedt, die zou dan... Het is meer de beveiliging die dan... Ja, dat is de beveiliging. Dan raak je al die investeringen in energie, die raak je kwijt op het moment dat je gaat frauderen. Dus, nou, zo zijn er meerdere systemen en proof of work. Waarschijnlijk is Bitcoin de enige die echt, misschien Ethereum nog, die proof of work kan werken. Omdat de andere, als er een andere crypto zou zijn, dan zou die heel makkelijk overgenomen kunnen worden door de cryptosystemen die voor Bitcoin werken. Die kunnen allemaal proof over naar andere cryptomunten en dan zouden ze het makkelijk kunnen frauderen als ze willen. Mm. Dus, Oké. Okay. Waarschijnlijk werkt alleen Bitcoin en Ethereum met toevoeging. Nee, zijn er meer. Ja, dat weet ik wel, maar ja. Fraude technisch gezien. Oké. Okay. Ja. Nou goed, helder. Volgens mij zijn we klaar. Ja. Q&A. Ja, die hebben we al gehad, hè? Ik kan, nog iemand een vraag? Kan, hè? Ja, nog eentje. Ja. Kan ik niet met zekerheid zeggen, maar zo ziet het er wel naar uit. Als mensen van Ripple al jarenlang met een grote delegatie ook op de World Economic Forum zitten, dan riekt dat er wel naar, ja. Ja, de Q kan ons niet redden, hoor. Nee. Ja. Er zijn ook hele andere verhalen, want ik heb ook een paar verhalen gehoord van een vrouw die de Q best inrichten. Dat is een 9-laag systeem. Met allemaal rechten en et cetera. Volgens mij is dat nu hoe het banksysteem in elkaar zit, zeg maar. Bij allerlei laagjes, dat iemand bent in een bank, kan dat zo voorzien. En dat de internationale banken kunnen we zo voorzien. En die kunnen we ook wel. Volgens mij wordt ook zo'n nieuw QRS ingericht. Maar ja, ook dat is weer een beetje, ja, wat is er van waar? Ik kan het niet zien. Iemand vertelt dat, heeft al een idee over. En dat die op die manier het banksysteem aan het schonen is van alle... Kwaad, ja. Ja, weet je, dus dat hoort ook bij QVS, maar ik weet niet, ja. Je weet het pas zeker als het al zo is. En dan is het al zo. Ja. Dat is ook een probleem. Ja. Dat kan zomaar helpen, toch? Oké, ik...
Dit was het einde van de presentatie. Dank jullie wel.